AI staat gelijk aan ChatGPT. Ja. Want zo hebben ze het. ja, De eerste kennismaking was ChatGPT. Dus AI is ChatGPT. De kinderen op school die gebruiken AI al. En dat de docenten zeggen: van ja, nee, maar je moet het verbieden. En zo. Ja, maar dat, ja. is geen, dat is geen oplossing. Net en, 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 en op een gegeven moment was het zo erg dat ik een brief thuis kreeg van het college van bestuur van uh, Winnersheim. Het, het moest afgelopen zijn met mijn LinkedIn gebruik, mijn Twitter gebruik. Echt? Ik, mo ik mocht één ding nog doen, dat was mailen. En gewoon fysiek contact. Welkom bij Ondernemend. Het nummer 1 platform voor ondernemers. Bij ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Jullie host zit hier weer en deze week voor een hele speciale aflevering. We zitten hier namelijk met iemand die altijd voorop loopt met de nieuwste technologieën. Hij was een van de eerste die echt aan de slag ging met social media, met het internet... Had al een eigen website uh, voordat, uh, voordat bedrijven websites hadden. En dat terwijl hij uh, ja, doseerde op school. We zitten hier namelijk met uh, Gerard Duursma van uh, Humanis. Gerard, welkom in de podcast. Uh, leuk hier te zijn, jongens. Ja. Ja. Wij hebben er zin in. Wij uh, hebben contact met elkaar gehad over, uh, over verschillende onderwerpen al. En uh, waaronder natuurlijk uh, Artificial Intelligence, AI. Waar we het vandaag ook over willen gaan hebben. Wij, uh, ja, wij hebben jou... Leren kennen als iemand die echt uh, lekker authentiek is, helemaal zichzelf. En vooral ook iemand die uh, zeer vooruitstrevend is als het uh, aankomt op internet, social media. Eigenlijk alles wat nieuw is, wat, uh, wat, ja, wat gadgets zijn, uh, dat is uh, waar jij op aangaat. Dus uh, we hebben de we hebben zin in en zijn benieuwd wat, uh, wat je allemaal te melden hebt uh, vandaag daarover. Nou, mooi. Ja, ik uh, vind het leuk om hier te zijn en uh, ja, je beschrijft mij wel uh, heel mooi. En uh, ja, eigenlijk ben ik altijd nog het kind wat ik vroeger ook was. Toen ik uh, jong was. Speelde ik met Technisch Lego. En toen, uh, ik was 13, had ik een uh, Commodore Amiga. En toen was er nog niemand in mijn klas die een computer zelf had. En uh, ik wist er alles van. Uh, dus ik was helemaal uh, ja, enthousiast en ik wilde het delen. Maar ik kon het met niemand delen. En uh, op een gegeven moment uh, weet ik nog, uh, ik kwam ik op de Noorko Hogeschool uh, als student. En toen was ik even wat verder. Had ik een, een Pentium. Dat was toen uh, de nieuwste processor van Intel. En uh, toen kreeg ik ook de bijnaam Pentium. Maar uh, <laughs> ja, zo werd ik altijd een beetje weggezet als een nerd. Mm -hmm. um, maar ik bleef gewoon dingen uittesten, altijd spelen. Zoals ik vroeger speelde met Lego's, zo speelde ik toen met uh, de, de MS-DOS-software en de Windows-software. Uh, internet kwam op. Dat was in de tijd dat ik student was bij de Nolk Hogeschool. Toen waren er eerst uh, maar een stukje vier computers die aan het internet gekoppeld waren. En dan moest je je inschrijven om uh, überhaupt even te mogen internetten. Nou, dat deed ik met, meteen vanaf week heen. Dat is 1995. Zo. En toen wist ik al van... dit gaat alles veranderen. Ja, daarin werd ik ook weer niet... de meeste zeiden, wat een onzin man. Die, uh, iedereen zit daar wat dom in die chatboxes... Uh, te zitten met elkaar. En dat waren natuurlijk ook vaak mensen zoals ik... in die tijd, dat waren ook nerds. Ja. Want ja, die gingen ontdekken. Die zagen meteen mogelijkheden. En uh, ik weet nog wat toen was ik... Uh, ja, die vier jaar dat ik student was... toen heb ik heel veel al gebruik gemaakt van internet... om dingen op te zoeken... En ik had thuis een, een, een scanner um, en ik scande dus ook heel veel dingen in. En ik kon dus ook heel mooie presentaties maken. Doordat ik met OCS-software kon ik gewoon teksten uit de magazines omzetten. Kon ik in mijn eigen opmaak gieten. En toen dacht ik, ja, die Gerard die moet altijd de presentaties doen. Dus de medestudenten in projectgroepen, die hadden zoiets van. Uh, en, en ik was natuurlijk een nerd, maar ik heb me daardoor wel leren presenteren. Want ik wist van mezelf, ik was altijd wel iemand die reflecteerde. Ik denk, ja, ik ben eigenlijk heel onzeker. Uh, want ik durf me niet te uiten. Uh, dat was ook wel wat uh, gebeurde in ons geboortedorp, ik riep, Griep. Uh, maar gewoon, Dus doe maar, doe maar gewoon. Ja. Dus, uh, maar ik denk, daar moet ik echt aan werken. Want anders kan ik wel van alles weten. Maar ik kan het helemaal niet vertellen. En uh, ja, dat, ik weet nog, die paar keer dat ik echt voor een uh, zaal was van 100 studenten moest presenteren. Doen, ik weet nog, dan voelt het alsof je door de grond gaat. Ja. Dat is echt uh, doodeng. En nu sta ik voor uh, soms zalen van bijna duizend man. En dan denk ik, ja, ik, ik heb er wel zin in. Ja. En, en, en dat is zo'n verschil met toen. Maar je moet de angst eerst aankijken wil je te, te lijf gaan. Ja, zeker. Dat is echt iets, uh, dat geef ik jongeren ook altijd mee. Maar toen ben ik gewoon doorgegaan in die ontwikkelingen. Uh, en toen weet ik nog wel, ik was bijna klaar met de studie, commerciële economie. En toen dacht ik, uh, ik, ik kon ook een docent helpen die... Me, die uh, ja, Hulp nodig had. Dat was een docent informatiekunde. Toen heb ik een. Uh, samen met een uh, andere jongen. die nu ook ondernemer is. Aten van der Meer. Heeft Snakeware in Snake. succesvol. mediabedrijf. Uh, internetbedrijf. Heb ik een hele studiehandleiding gemaakt. St en ook studiemateriaal. Uh, en dat, dat heette Microsoft Office als marketinginstrument. Maar je kunt nagaan. In 1998. Als je dat schrijft al. dat was ver voor. Uh, toen ja. het echt uh, serieus ging worden. Achteraf gezien dacht ik ook. we, waren, we hadden. en hij ging meteen ondernemen toen. En, en ik had me wel ingeschreven bij KVK, maar mijn ouders waren altijd van... ...ja, maar dat is veel te linker. je moet zekerheid hebben. Dus toen dacht ik dan, wil ik, dan wil ik docent worden. En toen ben ik in 1999, in juni, ben ik aangenomen. En toen ben ik maker en communicatie gaan doseren, en ook informatiekunde. En uh, toen was internet al wat verder, en wat jullie zo net ook zeiden... ...toen had ik mijn eigen website al, uh, waarop ik mijn lesmateriaal deelde... ...en de cijfers werden achter een inlogcode... Werden die gezet en dan konden ze gewoon uh, in 1999 al hun cijfer opvragen, in het weekend, als ik het had nagekeken. Ja. En, en ik wilde dat ook graag delen met mijn collega's. Maar ja, die dachten van, uh, wat een onzin man. Ja, en, en, en ik werd helemaal. Dat waren dus ook marketingcommunicatiedocenten. Maar die denken, uh, laat die Gerard maar mooi spelen. En ja. die noemden mij dan ook de Benjamin. En altijd een beetje met zo'n toon van, ja, uh, je bent nog maar een kind. Mm. En uh, dat was wel lastig. En het moeilijke was ook, ik was docent geworden op de school waar ik zelf student was. En dat is eigenlijk niet handig. Want dan kijken ze nog altijd met een blik van: jij bent die uh, student van mij. Mm. En, 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 en ik ben zelf iemand, uh, ik zeg altijd tegen mijn studenten: jullie zijn ook mijn leraren. Ik ben nu alleen nog gastdocent. Maar toen ik docent was, daar ben ik twaalf jaar geweest, toen zei ik altijd tegen de studenten: ook bij Windesheim, waar ik uh, vanaf uh, latere tijd uh, les heb gegeven, heb ik altijd gezegd: ik leer ook van jullie. En toen ik uh, na, bij de NL op een gegeven moment de dag van uh, te veel weerstand, e-commerce uh, vakken. Wat ik opzette, we werden niet uh, gewaardeerd. Wel door de studenten, maar niet door uh, de school zelf eigenlijk. Toen dacht ik, ik ga solliciteren als docent online marketing bij Winnersheim. En toen uh, was het uh, 2007, 2008. En toen kwam ook die social media heel erg op. Oh ja. Dus ik dacht, ja, dit is het. Dit, dit gaat weer van alles veranderen. En nu gaan we echt met elkaar netwerken. LinkedIn had ik al. En toen vroeg ik aan mijn studenten ook: wat moet ik nog meer hebben? Nou, Twitter Geer, moet je hebben, je moet Facebook hebben. Spotify kwam op de dag dat het online kwam, zeiden ze meteen: je houdt, je houdt van muziek. Dat moet je ook even namaken. En wat ik altijd deed, was als ik iets had gemaakt of aangemaakt, dan ging ik meteen in de klas vertellen: Dit heb ik gedaan. Wie hier gebruikt dit ook? En dan gingen we meteen in de pauze gingen we die kennis uitwisselen, zodat ik ook heel snel groeide. Ja. Ja, ja, ja. En in die tijd was het ook zo, als docent, weet ik nog, want ik, ik werd echt aangenomen om, om echt vernieuwing te brengen. Maar achteraf gezien was ik, ja, dat ik ging echt in een versne hoge versnelling. Want toen kwam ook uh, de iPhone uit. Dus die had ik ook vrij uh, snel. Ja. En toen zei ik tegen mijn collega's... ik hoef nooit meer bij jullie op de lerarenkamer te zitten... of uh, uh, in, in mijn eigen kamer. Want ik zei, ik heb mijn kantoortje nu in de broekzak. Dus nee. ik ging gewoon in de kantine ging de e-mails uh, <laughs> afwerken. Of ik zat gewoon met studenten uh, ook wel eens in een restaurantje. Ik zei, ik ga afstuderen en stagebegeleiding... gewoon vanaf nu niet meer in school doen. Maar dan zeiden ze, hoe kan dat nou? J Jij moet op je kamer zijn. Maar ik zei, dat hoeft niet meer... Maar ik vergat natuurlijk dat dat voor bijna niemand nog vanzelfsprekend was. Nee, ik had nee. internet en, en ik kon overal waar ik me wilde met mijn kantoortje. Ik zei: ik neem mijn kantoortje mee. Maar uh, dat, dat, dan, wat je dan krijgt, is dat je zo ver voor de troepen uitloopt. dat je wel de studenten uh, allemaal om half negen in de les hebt. die enthousiast zijn, die denken: wow, dit is echt cool. Uh, maar de, de collega's denken: wat is die, die jongen nou aan het doen? Ja. ja, maar dat is het vette zeg maar. Als je nu hierop terugkijkt, dan denkt iedereen van ja. Ja, kijk, iedereen vindt het nu heel gewoon. Maar het gekke is gewoon, in die periode, inderdaad. Ja, het is dan nog zo nieuw. Al, iedereen die daarmee bezig is, die wordt inderdaad een beetje gezien van, ja, nou ja, dat zal allemaal wel. En het vet is om dan te zien, ja, tien jaar later, iedereen gebruikt het. Ja. En dat is denk ik gewoon ook nu met de technologieën. Absoluut. Je weet gewoon nog niet wat het op de lange termijn gaat brengen. En dat is wel gewoon ja, heel, heel grappig om te zien hoe ja. dan toch altijd een soort van pioniers eerst starten en dan uiteindelijk, dan beweegt iedereen daar langzaam mee en dan wordt het heel gewoon gezien. Terwijl het is eigenlijk op dat moment nog helemaal niet gewoon Dat, dat is het. En, en, en wat, wat ik altijd zeg, uh, dat, dat kind, wat ik al, ja, wat ik natuurlijk als kind was, dat heb ik behouden. En daar heb ik echt voor moeten vechten, want je krijgt dus op een gegeven moment ook te horen: van je bent nog een klein kind, uh, wij zijn volwassen en wij doen dat zo niet. Op een gegeven moment zei ze ook: eigenlijk ben je ook geen docent, want een docent gedraagt zich niet zoals jij je gedraagt. Je gaat gewoon elke. Dan ga je bij de student in de kantine zitten. Dat is wel heel erg uh, onder je niveau. Maar ik zei nee, ik zei, dankzij de studenten ben ik nu ook weer geïnspireerd om, om te groeien. Ja. Ik zei, ik ben ook een leerling en, en dat ben ik nog steeds. Ik zie het nog steeds. Uh, dat als ik bijvoorbeeld, ik, twee weken geleden gaf ik les aan een basisschool. Dan zie ik mezelf als een leerling. Ik denk, kinderen komen met dingen die ik helemaal nog niet weet. En, 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 en daardoor word ik ook weer geïnspireerd. En ik, ja, zo, zo voelt het ook altijd het meest fijnste. Maar ik hoef ook niet een imago omhoog te houden. Want ik, ik heb niks ja, omhoog te houden. Ik ben gewoon Gerard, zeg ik altijd. Ja. En als ze mij buitenschool tegenkomen. dan ben ik nog steeds diezelfde jongen als voor de klas. Ja, precies. En, en, en dat is dus hoe ik het niet ben opgevoed. In het dorp waar ik werd opgevoed. Dan moest je een rol spelen. Want ja, je moest, als je volwassen was. dan moest je gewoon serieus zijn. En, uh, maar dan is er dus ook een muur tussen jou en de omgeving. waardoor je dus ook. Nooit uh, echt veel uh, nieuwe dingen hoort. Want ja. mensen gaan je dan aan de mond praten. Maar dat is ja. denk ik gewoon, met, met dat is zo grappig om te zien met leraren is dat zo, met onderzoekers, is dat zo gewoon het contact met de realiteit kwijt. De verbinding gewoon bijvoorbeeld inderdaad net wat je zegt kijk als jij als leraar iemand iets wil bijbrengen dan moet je ook weten wat er met diegene wat er in diegene afspeelt hoe diegene zich voelt waar die mensen zi zich bezig houdt weet je wel en dat is bijvoorbeeld ook zo met onderzoek doen kijk als jij je kan wel onderzoek doen op een bepaald werkveld en dat allemaal studies daar gaan bij betrekken maar als je niet echt verbonden bent met waar je onderzoek naar doet dan ga je toch dingen over het hoofd zien omdat je gewoon niet echt ja, dat kan koppelen aan elkaar. En dat is denk ik wel heel mooi als je wel gewoon die koppeling weet te maken en te behouden, ook bijvoorbeeld met je leerlingen en dat je van tevoren ook aangeeft van ja, ik leer ook een hele hoop van jullie, want uiteindelijk vooral ik denk ik in dit tijdperk waar zoveel verandert de jongere generaties, die krijgen gewoon veel sneller dingen ja, mee. Bijvoorbeeld goed. als je kijkt hoe makkelijk jongeren nu alles op de computer doen. Ja, dat is gewoon ongekend. Ik bedoel, je kan een kind van vier een tablet geven en die weet op een gegeven moment gewoon precies hoe je alles moet doen. En waarschijnlijk, die weet ook hoe een computer helemaal ja. werkt. Dat hoef je niet eens meer uit te leggen. Terwijl, dat is gewoon het hele verschil. Je moet wel, ja, je kan niet meer die jongere generatie over het hoofd gaan zien en maar denken van, joh, daar heb ik niks aan. Vooral als leraar. Nee, en, en het punt is natuurlijk dat jongeren, die hoeven niks te ontleren. Want die, dat is voor hen de normaal. Ja. En, 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 en uh, als je dus iets gedaan hebt wat niet meer echt uh, resulteert in iets, dan moet je het ontleren, maar dat vergt ook moed. Want dan moet je ja. weer tot jezelf komen en erkennen dat je toch uh, wat, achter, wat achterloopt. Alleen dat is uh, vaak het ego. Iemand heeft een, een ego gecreëerd, ook om een beetje afstand te houden natuurlijk met uh, bepaalde dingen, zodat je niet kwetsbaar bent. Maar dat betekent ook dat je jezelf ook in de vingers kunt snijden daardoor. Ja. ja, omdat je alles doet om dat uh, in stand te houden, ja. zeg maar. Net wat je, ja. wat je zelf zegt, iedereen uh, neemt een bepaalde rol ja. aan... en uh, tegen elkaar ga je ook alleen maar vanuit die ja. rol van... Ja. jij houdt de rol van iemand klopt, anders in klopt. stand. Maar ja, dan bevraag je op een gegeven moment... of, of trek je ook geen dingen meer in twijfel. Want dan nee. alles moet binnen nee, die tijd. Nee, dat is passen. het. En, en ik weet nog wel, toen ik uh, net begon met lesgeven... dus zeiden ze, één ding... je moet echt uh, heel streng zijn en keihard. Want als je 23 bent en je staat voor een klas de leerlingen zijn, de studenten zijn bijna even oud. Ja. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb even getwijfeld. Ik denk, ja, maar ik denk, wil ik dan nog wel leraar zijn of docent zijn... als ik uh, niet mezelf kan zijn? En toen heb ik ook gezegd, ja, ik begin het. En ik weet natuurlijk nog lang niet alles. En maar laat het niet een, een barrière zijn. Als jullie denken van, hé, hey, ik kan iets toevoegen... kom gewoon naar voren en laat het zien. En dat is ook wel mijn methode geworden. Waardoor ja. ook iedereen ja. meedeed. Heel anders, Heel ja. interactie. En, Klopt. Uh, ja, 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 maar ik denk ook ook Begrip en, en dat je een stukje interesse toont in, de, in zeg maar de, ja, de klas en in de kinderen in plaats van alleen maar ja richting. Ja, dat, dat is dat, het hele ja. verschil, denk ik. En dat is denk ik ook waar we steeds meer naartoe gaan: die interactie. Ja, het is niet eenrichtingsverkeer. En nu is het wel zo dat het onderwijs steeds meer al die kant op gaat, maar uh, het is nog steeds een beetje gekunsteld. Het is mm. nog steeds zo dat een leerkracht nog wat vaak in de rol blijft en toch daar wel echt boven wil blijven staan, waardoor uiteindelijk niet het helemaal natuurlijk is. Nee. Nee. Misschien is dat wel mooi om even te schetsen ook. Van, uh, we hebben hier vooral over gehad... over hoe die situatie eigenlijk ook zich voordoet bij bedrijven. Hè? Dat, dat het veel meer... Uh, de oude situatie is echt uh, top-down... Uh, met structuren heel erg op basis van... Uh, ja, wie heeft welk diploma, een bepaalde hiërarchie. Ja. En dat we nu veel meer een netwerkstructuur krijgen. Misschien is dat wel uh, leuk dat om wel uit, te, uit te Dat is wel mooi om te leggen. noemen. Ja. Want ik ben uiteindelijk bij Winners Weg gegaan uh, in uh, 2010... En toen, want ik zag wat jij nu schetst, dat zag ik toen al. Ik uh, las ook uh, boeken daarover. En uh, het boek De Laatste, Laatste Manager had ik gelezen. Dus dat het systeem ook echt uh, om gaat donderen. Uh, en, en, en dat had dus te maken met dat de hiërarchie dat gaat niet meer werken. We moeten veel meer in verbinding uh, staan. En dat, dat het dus veel meer een netwerkmaatschappij gaat worden. En dat bedrijven ook daar onderdeel van worden. En. Toen uh, dacht ik, ja, maar als ik hier blijf op school, dan zal ik voorlopig uh, daar geen verandering in bre kunnen brengen. Dus ik denk, ik stap eruit. En toen ben ik al heel snel het uh, sprekerscircuit ingeraakt. Heb ik daar lezingen over gegeven. En ook bij grote multinationals heb ik ook uh, adviestrajecten geleid. En dan was het dus ook mijn inzet om uh, een bedrijf meer te transformeren naar een, netwerkor een netwerkorganisatie. Ja. En dan merkte je dus hoeveel mensen nog vastzitten in het oude. Want mensen hebben een label. Hmm. Ze denken: dit ben ik. Mm -hmm. En ze denken, ja, maar als, als ik dan overstap naar zo'n netwerkorganisatie gedachte, wie ben ik dan? Ja. En dan komen we dus op het punt waar we het straks over hadden, als jij je, jezelf geïdentificeerd hebt met je functie of, of wat je hebt, um, dan heb je dus een probleem op het moment dat het wegvalt. Hmm. Dan, dan ga je denken: oh jee, nu, nu val, valt de grond onder me vandaan, ja. nu kan ik alleen nog maar diep vallen. Ja, want wat is kenmerkend voor zo'n netwerkorganisatie dan? Dat is misschien goed om even toe te lichten voor mensen. Nou ja, want wat, de, is, het wat is het verschil. Is, ja, het is wel mooi dat je het zegt. Dat uh, in een hiërarchische organisatie dan is het eigenlijk zo als je een bepaald niveau hebt bereikt. dan hoef je niet bang te zijn dat je weer naar beneden gaat. Je, je, je uh, wordt opgeschaald uh, in schalen vaak. Ja. En als je dan een managementfunctie hebt, dan ga je niet meer medewerker worden. En als je dan mm -hmm. niet goed presteert, het erg is dan, omdat het eigenlijk nooit gebruikelijk is om naar beneden te gaan, dan word je ook nog omhoog gepromoveerd. Dus krijg je krijgt dan beloning. Uh, en zo worden die problemen in een organisatie vaak opgelost. Of ze worden naar een andere organisatie overgebracht, een soort royal. Alleen in een, een netwerkorganisatie, dan is het dus de kunst dat je continu waarde blijft toevoegen aan je netwerk. En dat betekent dus ook dat de actuele situatie, die is geldend, die is leidend. Maar je kunt daar niet meer mee aankomen van, ja, maar ik had uh, dokter Anders uh, diploma. Ik heb uh, vroeger daar ja. en daar zoveel uh, ervaringen op gedaan. Die zijn nu niet meer zo relevant. Dus dat betekent dat je altijd moet blijven bijleren. Mm. En, maar niet alleen als, als, op, het, op het cognitief, maar ook vanuit mens zijn. Want de soft skills, ja. die worden in een netwerkorganisatie veel belangrijker... Dan in een hiërarchische organisatie. Want dan heb je namelijk altijd met macht te maken. Dus je kunt altijd je. Uh, je machtspositie, macht, ja. Eigenlijk. Die kun je ja. misbruiken. Ja. En ja. En, en ja, dat is een heel groot uh, verschil daarmee. Ja, dus eigenlijk wordt verbinding steeds belangrijker dan ook. Zeg maar, ja. verbinding op alle lagen. Dus het is niet meer top-down, maar het is, een, uh, het is een wisselwerking dan. Klopt. En dan is het heel belangrijk dat je dus als manager of als CEO echt in verbinding staat met de werkvloer. Want die, die kunnen jou eigenlijk aangeven wat jij moet doen of wat, wat er eigenlijk nodig is in de organisatie. En dat is natuurlijk een hele andere structuur. Klopt. En ik denk ook dat je dan veel minder uh, vaste functies hebt, bijvoorbeeld. Want zoals nu ook, ja, we gaan het natuurlijk zo hebben over het gebruik van AI. Maar dan, dan is je functie natuurlijk veel minder afgekaderd. Want je, je hebt misschien een bepaalde skill set. en je kunt heel veel dingen toepassen. Nou, en dat kun je weer met elkaar delen. en weer met een andere ja. collega nou, kun je dingen doorspelen. en je kunt het is een soort pingpong-effect. zeg ja, maar. Ja. Van heel snel schakelen, dingen naar elkaar doorspelen. in plaats van dat het allemaal heel afgekaderd is. zeg maar. Hey trouwe luisteraar van ondernemend. heb jij je al geabonneerd op ons kanaal? Zo niet? Doe dat dan nu meteen eventjes. Dit helpt ons namelijk enorm. Om ons platform te laten groeien. Nee, dat is een heel belangrijk punt. Want ik weet nog, toen ik uh, docent werd. Toen leerde ik ook die CEO kennen. En dat vond ik allemaal niet spannend. En helemaal niet belangrijk ook. En dan had ik een functie als docent. Maar op een gegeven moment, dan deed ik dus ook. Ik had visie op uh, hoe het onderwijs uh, zou kunnen worden. Mm. Dus dan ging ik uh, met het college van bestuur om tafel. Dat kon je dan al wel regelen. Als je gewoon uh, goed met de secretaresse kon. Dan zat ik met hen aan tafel. Maar dan kreeg ik later terug van mijn uh, rekleidinggevende. Je mag me zomaar niet passeren. Dat is die hierarchische denkwijze. Maar ook jij moet je niet bezighouden met visie. Dat doen wij wel. Dus dat is ook een hiërarchische gedachte. Want iedereen moet zijn plek kennen. En er staat ook letterlijk in die functiebeschrijving. als je docent bent. wat wel en wat niet daarbij hoort. Ja. Dus als je dingen gaat doen. die er niet bij horen. dan zeggen ze ja, maar dat, dat, dat kan niet. Want je doet dingen. Die, maar ik zeg je, moet het uh, 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 gewoon als een soort leidraad zien. Maar het moet het, moet het niet keihard maken. Maar zo zien zij het vaak wel. Ja. Dit is het. Ja. En, en, allemaal. Ja, ja, maar vergeet niet: dat heb ik me ook uh, op een gegeven moment wel laten vertellen. Als je zo'n hierarchisch systeem wilt uh, in stand houden mm. en je gaat zeggen: Nou, het is allemaal niet zo belangrijk, dan, ga, dan wordt het dus een heel poreus systeem. Ja. Dus dan, is, dan kan het systeem kan niet meer functioneren. Dus, uh, nee. En daar zitten we nu een beetje in. Dat die systemen, dat, dat, dat voelt men ook, ook aan alles wel. Dat, dat merk ik ook dat management nu ook wel zegt, ja, het is niet meer langer houdbaar. Nee. Maar 15 jaar geleden toen ik daarmee kwam, toen was het zo van, ja, maar uh, dit gaan we niet doen. Maar nu weten ze van, het moet anders. Alleen wat, je, wat jullie ook zeiden, dan moet je ook innerlijk veranderen. Mm, dat, dat is, en da, daar begint ook. het bij. Ja, maar dat is, ik denk dat het juist ook wel ervoor uh, voor zorgt dat dus de organisaties of mensen die nog wel heel erg daarin zitten. Je hebt ook echt de laatste stuiptrekkingen, zeg maar. Het wordt steeds uh, meer geforceerd natuurlijk ja, van... ...hé, hey, we gaan het nog wel zo doen. En dat zie je nu ook wel met bijvoorbeeld herorganisaties uh, ja, binnen bedrijven... Ja. ...of als er een uh, investeringsmaatschappij uh, naar binnen wordt gebracht en zo... ...dat het nog steeds heel erg, heel erg top-down is... ...en dat dat gewoon helemaal niet meer... ...ja, dat, dat vindt geen connectie meer met de werkvloer... ...of dat, dat functioneert niet meer. Maar toch wordt het dan heel erg geforceerd, klopt. zeg maar. En dat is eigenlijk ja, is heel jammer, want ik denk dat... Het belangrijkste als, als ondernemer zijn, maar ook als CEO is eigenlijk dus gewoon verbinding. Ik denk dat de, de ja. menselijke maat, zeg maar, het, het, het menselijke stuk, het begrijpen, het, uh, waar we het ook over hadden, empathie tonen. Ook ja. voor mensen die ja die zeg maar op de hiërarchie dan lager zouden zijn. Ik denk dat dat super belangrijk is. Dus, dus veel meer oké, okay, van wat, wat speelt er binnen die organisatie? Ja. Uh, wat, wat hoor je? Hoe kan ik iemand van dienst zijn? En ook, ook als ondernemer, denk ik, richting je klant. Dus niet alleen intern. Maar zo, ik denk dat een netwerkstructuur ook veel meer zeg maar, richting je klant is. Ja, als je je klant veel meer ja, ziet als sparringspartner of als gelijke... in ja. plaats van ik verkoop iets aan hem en Klopt. klaar... Dan, dan is het dat hele speelveld wordt anders. Ja, goed dat je het zegt, want het is natuurlijk niet de organisatie. Het gaat op in een heel groot netwerk. Ja. Daar hoort de klant ook bij. Maar ook kunnen concurrenten er ook bij horen... waar je gewoon mee spart. Ja. Ja. En vroeger was het echt not dan om bij de concurrenten langs te komen. en dat, ja. gezegd, nou, dat kun je dan niet doen. Maar je kunt ook samen optrekken, waardoor je krachten bundelt... En in de steeds sneller veranderende wereld als nu mm. kun je dan wel uh, overleven? Ja, of, of leveranciers of partners. Ik, ik merk dat zelf ook. al, zeg maar. Als ik met mensen van mijn leeftijd nu met businesspartners uh, schakel zeg maar, over samenwerkingen, dan is het gewoon. Uh, ik leg gewoon op tafel wat, mijn, wat onze marges zijn. Ik zeg jongens, dit is de situatie. Hoe gaan we het samen doen? Weet ja. je wel in plaats van vroeger was het denk ik veel meer gewoon ja, aan allebei de kanten kleden ja. en ja. Uh, onderhandelen. En dit. Nee, dit, dit is gewoon hoe het is. Ja. Ja, ja. La laten we de buiten verdelen en, uh, en zien dat we samen iets, iets, iets moois maken. Ja, en maar. dat is wat ik eigenlijk altijd vroeger al wilde als kind. Ik denk, waarom moet het zo? Want het, ja. ik ben nog opgegroeid in de wereld. Dan was het echt keihard... Uh, uh, gewoon de, de macht, de sterkste won. Ja. Dus dan was het niet... Uh, de, dan moest je het spel gewoon meespelen. deed je het niet. Dan werd je gewoon uh, vertrapt, zeg maar. Ja. Mm -hmm. en, en, en dat is nu... Kijk, dat type mens die kan niet uh, goed over een netwerkmaatschappij, want die, dan, dan gelden die, die krachten niet meer. Nee. Dus uh, het is eigenlijk alsof uh, Harry Potter zijn toverstaf <laughs> in één keer niet meer werkt. Ja, dat ja. je denkt, hè, maar dat heb ik ook wel gemerkt. Ik heb wel bij um, CEO's gezeten, uh, dat was in de tijd 2012 denk ik. Dan liet ik zien uh, wat van waarde social media had voor hun organisatie. En dan heb ik echt gehad dat ze woedend waren. Hmm. En dan zei zo'n man ook: Je bent een shannon dan, donder op. <laughs> Maar ik zei, dan was ik altijd wel bewust van dingen. En ik zei, maar waarom maakt u zich zo druk? Want ik zei, u bent een van de hoogste van het bedrijf. Ik kom hier voor de eerste keer. Ik, doe, uh, ik heb mij serieus voorbereid en u, u bent zo boos. Maar ik ja. zei, als, als ik een celladan ben, en u, dan maakt u zich toch niet druk? Nee. dat was het helemaal, ga eruit ja. en nooit wil ik terugkomen. Ja. En dan weet je, ik heb wel degelijk wat uh, in de, in, 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 bij zo iemand uh, in beweging gebracht. Maar dat nou. is iets wat hij nog niet wil aankijken. Dus het is te spannend. Denk, ja, ik denk dat dat wel een mooi punt is wat we nu tussen neus en lippen natuurlijk wel uh, noemen en waar we het ook al over hadden, van dan uiteindelijk je ontleent dan, je kunt dan niet meer echt waarde ontlenen aan jouw status of aan jouw papiertje of aan hoe mensen jou zien, zeg maar, jouw ja, status -symbol. Dus dan moet je waarde ontlenen aan wie jij echt bent. En dat is, ja, dat is natuurlijk een heel ander uh, stuk, ja. van dan moet je echt naar jezelf gaan kijken van, Proof. oh ja, ja uh, als, ik, als ik dat niet meer heb of mensen, uh, ja. Behandelen mij niet meer op een bepaalde manier vanwege alleen maar status of, of een positie. Ja, wie ben ik dan nog en ja. wat blijft er dan over? En dan, dan word je heel erg op jezelf teruggeworpen. En dat is denk ik op het moment dat je, nou ja, als ze die toverstof weer pakken, dat je denkt, hij doet het niet meer. Ja, dan, dan denk je, ja, nu moet er wat gebeuren. Want anders dan houdt het allemaal op. Want je hebt ook een gezin en al uh, in heel veel gevallen. Dus um, uh, en dan moet je naar binnen keren. Want vaak ben je, uh, dan meet je je succes af ten opzichte van anderen. Maar ik zeg altijd: je hebt maar één concurrent, dat ben jezelf. Ja. En als je jezelf blijft uitdagen en verbeteren. Kijk, als dat een, een, een proces is wat je gewoon gewend bent te doen. dan is die, el, elke stap extra is niet zo moeilijk. Het is even soms uit je comfortzone stappen. Dus dat is dan stretchen. Maar als jij nooit aan, de, aan jezelf hebt gewerkt. en je moet dat na 30 jaar gaan doen. dan is het heel pijnlijk. Ja. Want je komt alles in jezelf tegen. Waar, waarvan je denkt: oh, dat wist ik helemaal niet over mezelf. En dat doet heel erg veel pijn. En, en wat ook nog meespeelt, is dat als je dan al een gezin hebt en je hebt vaste vriendenkring, die gaan zeggen: Wat is er met jou gebeurd? Je bent, de je bent niet meer jezelf. Terwijl je meer jezelf gaat worden. Maar dat is wel iets wat je dan terugkrijgt vaak, want mensen denken: Ja, maar je bent helemaal niet meer zoals je was. Mm -hmm. Maar dat was ook niet de ware ik. Maar, dat, maar vergeet niet, als, als dan de omgeving niet met je mee verandert, en dat verandert meestal niet, dan krijg je dus heel veel wrijving. En ook heel veel mensen die uh, zeggen van... Uh, wat ben je een klootzak? Wat ben je eigenlijk een lelijke figuur? Omdat mm. jij doet... je bent dan ook automatisch een spiegel voor die anderen. Ja. En, en mensen willen vaak niet in hun eigen spiegel kijken. Dus dan krijgen ze dus ook... dat heel veel mensen zich van jou gaan verwijderen. Ja. En dat, dat proces kun je niet overslaan. Nee. nee en het mooie vind ik... dit is ook te zien met al die nieuwe technologie, want ik bedoel, als je daar net mee begint, iedereen die gaat het of afzwakken of angst zaaien van ja, nee, dat is allemaal hartstikke gevaarlijk en dan moet je niet meer niet meer mee cool. bezig gaan, ja. weet je wel? Bijvoorbeeld ook blockchain, ja, Dat wordt alleen maar gebruikt door criminelen, want die kunnen daarmee gewoon drugs kopen en weet ik veel wat. Dus er wordt altijd een soort ja. van angst voor het nieuwe of van als bijvoorbeeld mensen erachter komen van oké, okay, er gaat iets zijn waardoor ik moet veranderen, ja. dan komt er altijd cool. angst. Dus op wat voor een vlak dat ook is. Verandering zorgt voor bij een heleboel mensen ja, ja. gewoon voor angst, en ik denk gewoon als je die mm. verandering omarmt, dat je ook veel beter met jezelf gaat, want dan word je veel, je wordt veel vloeibaarder, omdat je ook ziet dat ik ook kan ja. veranderen, weet je wel, en ik kan ook andere vormen aannemen. Dus dat is denk ik altijd. Het wordt overal wordt het zichtbaar, ja. gewoon die angst. Maar dat is ja. een hele goeie, dat je mm. bewust bent dat je jezelf kunt aanpassen. Maar in heel veel ze hebben een, een fixed mindset, die denken dit ben ik. Ja. Dus. Ze denken, ik kan me dus niet aanpassen, want ik, 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 dit ben ik. Dus dan, dan denken ze, oh jee, het enige wat ik kan doen is het tegenhouden. Ja. Mm -hmm. En dan proberen ze natuurlijk sowieso medestanders te vinden. Want ze weten, uh, als, als de ontwikkelingen zo snel gaan, uh, zeker met de AI nu, dan moeten we een heel leger hebben om dat te kunnen tegenhouden. En je merkt soms ook wel in organisaties dat, als ik mijn uh, uh, presentatie heb gedaan, dat was laatst ook voor een hele grote groep van 500 medewerkers. Ja, normaal gesproken heb ik altijd mensen die naar, me, die naar me toe komen. Die hebben allemaal vragen. Die denken: hoe zit het nou met dit en hoe zit het met dat? Maar deze keer liepen ze me allemaal voorbij. Mm. Dat heb ik nog nooit zo sterk gehad als nu. Alleen toen besefte ik me wel: in die onderwijscultuur heeft het een enorme impact. Want ik liet ook zien wat het uh, over de mens zelf zegt. Dat ja. we moeten transformeren. Maar kijk, dat is natuurlijk het meest spannende. Ja. En, 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 en dan, dan is het vaak en krijgen van het MT terug: van ja, ik was arrogant, want ik wist wel hoe het moest. Maar de, ik wilde alleen maar uh, mijn, wat ik nu ook bij jullie vertel, mijn weg, hoe ik uh, heb uh, do, doorleefd. Want het was natuurlijk mm -hmm. ook voor mij niet een makkelijke weg. Je zit in een oud denksysteem en je hanteert iets wat eigenlijk nu steeds normaler wordt. Maar ja. vroeger, als ik terugkijk, denk ik, ja, ik deed alleen maar abnormale dingen eigenlijk. Voor mij niet, omdat ik met mezelf in verbindenis stond. Maar voor de buitenwereld dachten ze letterlijk dat, dat er iets mis was met me vaak. Ja, ja, ja. Ja, want hoe is dat voor de, voor de rest ontwikkeld? Want op een gegeven moment, je gaf toen nog les en op een gegeven moment ben je daar weer gestopt. Ja. Hoe is dat toen verder gegaan? Hoe, uh, ja, dat is wel, dat, daar waren we ook gebleven. Dat, op een gegeven moment was het wel duidelijk. Ik had uh, het eerste jaar bij Winnersheim een heel hoog functioneringscijfer. Uh, en uh, ik weet nog wat er was, docent uh, uh, van het jaar hadden ze in, bij de opleiding. is nooit slim om te doen, want dan krijg je natuurlijk competitie. Mm -hmm. En ik, eindigde, ik was er drie maanden als tweede. En toen was het nog zo, vond het allemaal wel hartstikke leuk. Ze dus denken, je bent er net en nu uh, wat je al gewaardeerd. Maar toen, uh, toen ik met social media begon. Toen uh, had ik ook wel dat ik op Twitter bijvoorbeeld uh, zette, van komende vrijdagmiddag om drie uur een, een extra online marketingles. Mm. En dan uh, ging ik over het online marketinglandschap praten. Ja. En had ik workshops LinkedIn en workshops Twitter. Maar ik, ik, ik merkte dat er heel veel vijandigheid kwam. Want het stagebureau, daar kwam ook iemand naar me toe. Die zei: Ja, maar nu gaan studenten dus. Ons passeren. Ze gaan via LinkedIn. Want ik zei dan tegen oh, ja. de studenten: nu kun je je droom uh, stage regelen. Want je gaat gewoon direct met de mensen in het bedrijf. Ga je contact zoeken. Mm. En als jij een goed CV hebt op LinkedIn. En je hebt een goed verhaal. Dan kom je sowieso op de koffie. Nou dat ze zeiden. Ja, dat dit, dit, dit werkt. Ja. En, 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 maar het stagebureau. die dacht: ja, maar wij hebben allemaal aanbod. Maar daar komen ze niet meer. En, 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 en op een gegeven moment was het zo erg dat ik een brief thuis kreeg... van het college van bestuur van uh, Winnersijn. Het, het moest afgelopen zijn met mijn LinkedIn-gebruik, mijn Twitter-gebruik. Echt? Ik, mo, ik mocht één ding nog doen, dat was mailen en gewoon fysiek contact. <laughs> en ja, toen dacht ik, wat, wat moet ik? Want ja, ik wilde uh. nog een gesprek hebben met het college van bestuur... maar die, die kon niet doorgaan. Ik kon wel met mijn leidinggevende, want zij dat is degene waar je in de lijn mee kunt praten. Zij voelden zich natuurlijk ook wel weer heel erg belangrijk... Hmm. Toen dacht ik, ja, maar als ik hier tegen ga vechten, dan ga ik natuurlijk nooit winnen. Nee. Want ik had bij de NL er wel dingen meegemaakt dat ik toen ook dacht. Dan werd ik echt belachelijk gemaakt. Terwijl ik denk, ja, maar ik heb het, met de beste bedoeling doe ik het. Ik denk, ik wil het niet weer doen, want het kost mij tijd, heel veel energie. Ja. Ik denk, toen ik als begeleiding deed bij heel veel bedrijven, bij WeCAN bijvoorbeeld, toen dacht ik, ja, maar ik zou ook bij hen al heel veel problemen kunnen oplossen, want ik zie dingen. Waarom ga ik het ook niet zelf doen? En toen heb ik onderhandeld dat ik wel een bedrag meekreeg, zodat ik uh, meteen vol aan de bak kon. Want als je gaat ondernemen is het enige vaak, ja, je hebt wat, bega wat, wat financiering nodig. En, en, en dat was de enige stap. En, en toen dacht ik, dit had ik veel eerder moeten doen. Want het was toen uh, eigenlijk al twaalf jaar nadat ik was begonnen als docent. Maar ik denk, ja, ik had ook wel na een paar jaar het achteraf gezien kunnen doen. Ja. Toen ik, uh, maar, maar dat is puur dat stemmetje in mijn hoofd. Ja. En die van mijn ouders die altijd zeiden, zekerheid. Want je weet, je weet niet waar je, waar je aan begint. Maar toen had ik wel meteen door... Hé, hey, maar ik heb mijn innerlijke pas wel. Ik kan voelen uh, waar ik naartoe moet. Dat voel je aan. En, en, en van de ene kwam het andere. Ik kwam al heel snel uh, friesland en Campina, ik kwam op mijn spoor. Uh, en toen kon ik uh, in Dubai kon ik een lezing geven... over de impact van social media. Ja. En ik weet nog dat ik dat heel spannend vond. Ik, ik dacht, zal ik het wel doen of niet? Maar ik denk, dit is wel... Uh, de kans. En ja. Toen, ja, toen, toen ik dat een, eenmaal had gedaan, ik weet nog dat, dat de mensen uit het Midden-Oosten kwamen uit Saudi-Arabië en Jemen en alles. Ik denk, die waardeerden mij echt. Mm. Die dachten, ja, je hebt een, een visie. En, 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 en ik weet nog dat ze, want ik was toen nog met mijn Engels nog niet zo goed, maar it's from the heart, man, zeiden ze. En een dikke knuffel van, <laughs> ja. van die uh, ondernemers gekregen. Ja. En ik denk, hè, knuffels van uh, mensen uit het Midden-Oosten. Ik, ik dacht dat ze altijd zo kil waren. Mm. Maar, maar toen dacht ik ook, het is dus niet allemaal zoals het in mijn hoofd zit. Je moet het echt ervaren. En, en toen kreeg ik zoveel energie en zelfvertrouwen. Toen dacht ik, ja, ik moet, nu hoef ik me ook niet meer bang te maken over het ondernemerschap. En toen ben ik heel snel een jongen tegengekomen in Leeuwarden, Patrick van Erwen. Hij was eigenaar van Douwe Egbets. Uh, Leeuwarden, maar die heeft nu ook een Douwe Egbets, bijvoorbeeld in uh, Arnhem hier inmiddels. Oh ja. En daar heb ik een mediabureau uh, mee gestart, Into Media. En uh, ja, het van de ene kwam het andere. En, en daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. En uh, het is natuurlijk altijd vallen en opstaan. Je doet ook dingen die je uh, later uh, gezien misschien iets ander had, anders had moeten aanpakken. Maar het is wel zo dat je bent continu aan het verbeteren en jezelf aan het uitdagen. Hmm. En je komt op plekken waar die vaak weer nieuw zijn. Maar daardoor leer je zoveel uh, meer. En die, al die bagage uh, die neem je nu mee. En ja, nu zijn we eigenlijk uh, in compleet nieuwe. Uh, ...revolutie beland, de AI-revolutie. Want ja. die voorgaande was natuurlijk de social media-revolutie... ...waar ik als ondernemer heel veel succes mee heb uh, gehad. Toen was ik er achter, achteraf gezien... ...was ik nog niet zo door de wol geverfd als nu. Dus toen snapte ik nog niet altijd... ...die spellen die binnen een uh, organisatie zich afspelen... ...en hoe dat proces allemaal uh, tot stand komt. Dat heb ik nu wel allemaal geleerd. Dus nu denk ik, ja, maar nu ben ik er helemaal klaar voor. Laat het nu maar gebeuren. ja. ja. Mooi, hè? weer zo'n nieuwe fase, eigenlijk ja. weer in een compleet nieuw, nieuw product. En je ziet ja. eigenlijk dat die cycli zich gewoon herhalen. herhalen. Dat, dat, nu zie je dat ook weer. Waar we het net over hadden, van dat heel veel mensen echt nog in die weerstand zitten. Ik vind een heel mooi voorbeeld ja. wat jij ook gaf. Van, uh, dus dat, dat eigenlijk de, de kinderen op school die gebruiken AI al. En dat de docenten zeggen van ja, nee, maar je moet het verbieden. En zo. Ja, maar dat, ja. is geen, dat is geen oplossing. Net, net als dat ze zeiden van ja, je mag geen social media gebruiken. En dat zie je nu natuurlijk ook weer. Eerst natuurlijk, er is iets nieuws: weerstand, gevaarlijk, uh, allemaal bezwaren. Alleen als je kijkt naar het werkveld, uh, zeg maar bij ons in het in de, in de netwerk met ondernemers, zie je al hoeveel het gebruikt wordt. Maar dat is echt nog maar, nog echt nog maar het begin. We zijn nog helemaal aan de, ja. aan de vooravond van een nieuwe technologie. Uh, de meeste mensen die, die hebben wel eens gehoord van uh, AI of ChatGPT, maar die denken dat je er alleen een tekstje mee kan schrijven. Wow. Maar inmiddels, ja, jij weet wat er allemaal mogelijk is. Inmiddels is, er, is het al zoveel meer. Ja, dat, dat, dat merk ik ook. Dat uh, wat jij ook zegt. Dat mensen vaak denken AI staat gelijk aan ChatGPT. Ja. Want zo hebben ze het Ja, De eerste kennismaking was ChatGPT. Dus AI is ChatGPT. Dat, dat is echt iets wat ik vaak nog gewoon moet uitleggen. bij wat oudere mensen. Die, die, die lezen dat en die denken: Nou ja, het zal wel. En die hebben dat eens een keer bekeken. Die hebben er eens in één keer een commando, een prompt uh, aangegeven. Denken: Nou, het, het is niet zo spannend. Dan denken ze: We lezen er van alles over. Maar uh, de eigen ervaring is vaak teleurstellend. Maar dat komt gewoon puur omdat ze het nog niet echt uh, ja, voelen. Ja. Ze hebben ook nog niet door wat voor technologie er allemaal achter zit. En uh, ja, zo is het natuurlijk net bij mij ook natuurlijk gegaan. Je, je kijkt altijd vooruit, wat komt er allemaal aan? Dus op een gegeven moment al heel vrij... Uh, nadat die social media hype uh, was geweest... ging je kijken, wat is de next uh, step? Nou, AI kwam al in beeld. Maar je wist toen, dat gaat nog heel lang duren. Want ja, als je toen ergens uh, in 2018... Of 17 uh, bijvoorbeeld een, 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 een dingetje deed met AI of een, een, een afbeelding maken. Dan dacht je, ja, dat stelt helemaal niks voor. Dat, dat, mm. dat kan. En dan was het ook echt zo. Ik, ik zag het uit in een onderzoek in januari, dat de verwachting in 2019 nog was, dat in over 50 jaar dat we dan pas AGI hebben. Dat is de volgende stap na wat we nu hebben met uh, AI generatieve AI. Uh, dan heb je dus dat al alles in één. Uh, AI systeem zit. Dus dat alles wat een, een mens kan, mm. kan hij dan ook. Nu heb je vaak nog dat de ene uh, applicatie kan iets, wat, en de andere kan iets, maar dan heb je straks alles in één systeem, wat, en dan kunnen alle dingen ook op 99% uh, van wat de beste mens ook kan. Ja. ja. En, en, da, en dat is iets, als je ziet de verwachting daarvan, is dus nu nog maar acht jaar. We zijn er nu acht jaar van verwijderd. Dus dat is voor uh, of rond 2030. Ja. Ja, het is bizar dus echt dat is bizar hoe snel dat gaat. Ja. Dus wat ik dan wil zeggen is dat in 2017 dan dacht je... nou ja, het duurt allemaal nog heel lang. En, en, en Jan Deursma die ken ik in die tijd al heel lang... omdat met social media waren we ook allebei uh, daarmee bezig. In 2010 heb ik hem leren kennen. En hij was dan altijd uh, degene die social media uh, events hield in Groningen... in de Martini Plaza. Daar was ik ook altijd bij. Ook een paar keer heb ik daar een lezing gegeven... Maar het mooie is dat je nu ook ziet, hij is daar ook helemaal in mee gegaan. En ja. eigenlijk nog eerder, want ik had eerst zoiets van dat voor die model met social media, dat, 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 dat gaat nog wel even door. En hij was al uh, ja, weer de volgende stap. Hij was toen al met 2017 met boeken bezig over AI. Zo. En, en, en bij mij begon het ergens in 2019. Echt dat ik denk, ja, nu begint het wel echt serieus te worden. En uh, het, het voordeel was eigenlijk ook nog achteraf gezien, toen die uh, lockdowns kwamen, toen had ik tijd. Om volledig uh, erin te starten. Ja. Boeken te lezen. En, en echt die, al die dingen te testen. Want je hebt natuurlijk wel tijd nodig. Als ja. je gewoon je business hebt, dan heb je niet uh, enorm veel tijd om daar continu in te duiken. Dus dan kun je het wel een beetje bijhouden aan de zijlijn. Maar nu kon ik er vol in duiken. Ja. En uh, ja, een paar jaar geleden, toen weet ik, dan liet ik het ook zien aan uh, ondernemers en ook aan uh, boardrooms. Um, van dit zit eraan te komen, dus houd er rekening mee... dat er heel wat gaat veranderen. Maar ik weet dan wel dat toen ook nog een beetje lacherig werd gedaan... van nou, dat zal nog wel tien jaar of meer duren. Hè? Maar ik zei, dit is binnen een, een jaartje, dan gaat het heel groot worden. En toen kwam dus CityPetit nieuws. Mm. Toen kreeg ik ook van die berichtjes van mensen van... hé, hey, volgens mij had je het daar ook al over. En dan zie je dus dat je eigenlijk al uh, heel lang bezig bent met dingen... waar nog heel weinig mensen echt zich echt uh, mee bezig hebben gehouden... Maar dan heb je ook al nagedacht: van wat betekent het eigenlijk voor de bedrijfsvoering? Het ja. is natuurlijk niet een toeltje wat je zegt: van dan hebben we er even een extra bij. Maar het verandert het hele spel, het hele speelveld. Ja, maar als je ja. nu al kijkt, één jaar geleden, ik weet nog, toen zaten we volgens mij rond deze tijd bij Tibor, misschien een maandje later. Mm. En toen uh, waren zij ook net met hun team zeg maar, allerlei dingen over AI aan het bespreken. En waren ze ook helemaal verbaasd wat het allemaal kon, zeg maar. En toen, toen wisten wij er ook nog heel weinig van. En als je kijkt, gewoon nu, één jaar later, wat je gewoon allemaal kan qua tools. Gewoon dat je in één keer een hele website eruit kan knallen. Dat je gewoon ja, zoveel dingen kunnen ja. ook wel samenwerken. Het is al gewoon in één jaar tijd zo hard veranderd. En dat ja. is, denk ik, ook met ja. AI. Het leert gewoon zo snel, omdat die systemen gewoon ook van zichzelf leren. Dus dat is, gewoon, dat is het. Dat is ja. gewoon het vette. Dus als dat eenmaal in gang wordt gezet, hoe groter die systemen worden, hoe, hard het, hoe harder het gaat. En ja, gewoon... Het gaat echt exponentieel. Het, ja. het, het is zo van als je dan. Dat was dan twee weken geleden in het nieuws, van OpenAI Sora. Ik denk dat de meeste mensen het wel hebben voorbij zien komen. Maar als je ziet wat daarvoor kon... Ik werkte dan uh, met een aantal tools, zoals Pika, Pika Labs. En dan vond ik het altijd, ja, het was leuk. Maar je kon er eigenlijk nog helemaal niks mee. Je kon een kort filmpje maken. En als je dan een aantal van die fil korte filmpjes uh, maakte... dan kon je een soort, ja, kleine film maken. Maar dat, dat was eigenlijk nog niet de moeite. Maar... Ik, ik wist wel dat het groot ging worden, maar dat het zo snel zou gaan. Dat was bij mij ook een verrassing. Dat ik denk: hebben we nu zo'n grote sprong gemaakt? Maar je ziet nu ook uh, dat uh, mensen die investeren bijvoorbeeld in Hollywood-films. Dat die het geld nu even achter de hand houden. Want die denken: ja, maar uh, als dit straks echt uitkomt. Dan gaat het, uh, het hele businessmodel veranderen. Ja. ja. Om, Want omdat... hoe, hoe zie jij dat nu voor je? Wat zijn momenteel de grootste veranderingen? En wat is ook, denk je, op korte termijn, denk je, wat de meeste mensen gaan gebruiken en waar ook het meeste uit te halen valt? Nou, wat je nu ziet bij ondernemers is het nu vaak nog de vraag: van wat is het? En dan hebben ze vaak alleen maar een paar dingetjes waarvan ze denken dat is AI. Um, maar. Ze, ze zien nog niet het hele palet en ook niet echt wat heeft het nou voor impact op mijn business en mijn eigen bedrijf en op mezelf. Dat, dat, daar neem ik ze nu vooral in mee. En ik heb wel geleerd in het verleden, je kunt wel meteen zeggen, ja maar jullie moeten nu meteen stappen zetten. Maar dat kan alleen maar als ze het zelf eerst ook ervaren en zien. Dus dat, ik, ik doe het nu wel in kleinere stapjes, want als je te snel wilt trekken kan niet. En, en, en ik vergeet natuurlijk ook niet dat zo'n managementteam ook een organisatie heeft. Dus als die te snel gaan beseffen, maar dit, dit kan onze baan kosten, dan gaan ze nu meteen uh, protesteren. Ja, en dan traineert dat ook de organisatie. Dus je moet goed weten wat je doet. Maar het is wel zo van uh, dat je nu natuurlijk ziet, als mensen eenmaal bewust zijn, dat ze zich ook gaan verdiepen in wat, wat kan het voor mij betekenen. En dan kan het eigenlijk in alle rollen van alle medewerkers heel veel betekenen. Uh, en, en, en dat betekent dus ook een proces dat ze zich dat moeten eigen maken. Maar ik zeg, je moet het nu zo zien. Niet alle concurrenten zijn al er echt mee, serieus mee bezig. Je pakt meteen een concurrentievoordeel. En je hebt nu nog rust, omdat het niet meteen moet. Want je weet van anderen die zitten nog te slapen. Ja. Dus gebruik die tijd om nu te spelen. Want als je speelt, maak je, maak je sowieso fouten. Dat is ook goed. Maar die kun je beter nu maken dan later. En, en, en het, het is zo van de, de potentie. Voor je eigen business, die ga je pas zien als je er echt mee bezig bent. Ja. Want dat merk ik ook. Ik heb, ben de laatste drie, vier jaar steeds aan het spelen geweest. Maar in het begin, ja, er, er was net een snoepwinkel. Dit kon en dat kon. Mm. Maar je ziet nog niet het grote plaatje. Ja, precies. Het ja. is eigenlijk gewoon uh, dat je gewoon uh, ja in een snoepwinkel je eigenlijk elke dag misselijk vreet. Je, je pakt alles en je denkt: dit is even proberen en dat. Maar, maar uh, je kan er ook nog niet beheerst mee omgaan. Hé, hey, trouwe luisteraar van ondernemend. Excuses voor de korte onderbreking en tof dat je weer luistert of kijkt naar een nieuwe podcast. Vind jij de podcast nou tof? Vergeet dan niet om deze eventjes te liken en om een reactie achter te laten op Spotify of YouTube. Dit helpt ons enorm om ons kanaal nog verder te laten groeien. Wat zijn nu de concrete toepassingen waar het al uh, voor gebruikt kan worden? Ik denk heel veel mensen weten wel van, ah, je kan misschien een tekst schrijven, dat soort dingen. Maar wat, wat zijn allemaal uh, verschillende applicaties momenteel die echt al, uh, al goed werken... en waar je, waar je dingen mee kan als bedrijf zijnde of als misschien werknemer, marketeer? Uh. Nou, bijvoorbeeld deze podcast. Jullie moeten eerst ideeën genereren. Nou, jullie, jullie kennen mij nu al door een Zoom-call. Maar je kan natuurlijk ook, als je een aantal vragen hebt, dat je zegt van... wat van vervolgvragen kunnen we nog meer naar stellen? Maar als je dan vervolgens de podcast opneemt, dan kun je bijvoorbeeld met Descript een transcript maken. Op basis van het transcript kun je ook zorgen dat de eurtjes en aartjes er even snel uit worden gehaald. Uh, je kan ook op basis van het transcript uh, post maken voor social media. Met uh, emoticons, met de juiste hashtags. Natuurlijk is het zo dat uh, niet 100% alles zo is zoals je het wilt. Maar daarom zeg ik ook, het is niet zo dat je jezelf bij het spel zet. Maar je hebt gewoon medewerkers in dienst. Ja. Die gewoon nooit moe worden. Die gewoon altijd beschikbaar zijn. En ook als sparringspartner. En als je dan vervolgens die podcast online hebt gezet. En je krijgt allemaal reacties. Dan heb je soms ook wel haadragende reacties. En dan denk je: ik moet wel tactisch reageren. Dus wat ik dan gebruik. Uh, wat ik dan doe. Is dan even die reactie. En, 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 en de, de, de aangeven waarop die reactie kwam. Uh, in bijvoorbeeld ChatGPT uh, of Gemini zetten. En dan vervolgens. Kijken van wat voor voorstellen geeft hij. En dan denk ik, ja, dit zijn tactische uh, reacties. Want vaak ben ik dan te snel, wat ik denk, waardoor ik denk, ja, dit had ik zo nooit moeten zeggen. Mm. Dus je hebt in alle uh, fases van, in dit geval die podcast, kun je dus uh, het, het, het gebruiken. En dan kun je ook nog denken aan uh, wat ik vaak doe als ik een lezing geef. Dan neem ik mijn hele presentatie op. En ik heb alles uh, dan in uh, audiobestanden. En dan laat ik gewoon. Alles in transcripten omzetten. Maar dan kan je natuurlijk ook al die transcripten met elkaar vergelijken. En dan kan ik ook vragen: van... Uh, hoe kan ik mijn verhaal beter opbouwen? Wat valt je op aan mijn manier van presenteren? Dus je, je kan op die manier jezelf ook weer verbeteren. En, en, en vroeger moest je dan hele dure coaches inhuren. Maar je kunt je nu zelf eigenlijk bevragen. Je hebt er echt iemand bij je. Uh, maar dat betekent dus ook uh, dat je leergeerder moet zijn. En ook uh, eigenlijk ja. Uh, uh, Heel goed bedreven die moet worden in het ondervragen van die systemen. Want het, het, het is ja. eigenlijk in alles zo. Jullie zijn nu uh, uh, goede. Ik vind jullie goede podcasters, omdat jullie goede vragen stellen. Want jullie praten niet zoveel, ik praat niet veel. Maar dat is natuurlijk voor die podcast hartstikke belangrijk. En bij uh, een, een, een systeem zoals ChatGPT van OpenAI, um, is het natuurlijk ook van belang om de juiste prompt, de juiste opdracht te geven. Waardoor je ook de uh, output krijgt die je uh, wenst. Ja. En, en, en ja, dat is hier ook zo. Als jullie uh, vragen stellen, dan krijgen je ook een vaag verhaal. Ja, ja. dat is superbelangrijk. Ja, ik denk ja. Dat, dat veel mensen inderdaad onderschatten wat het allemaal kan. Doordat ze niet goed weten hoe ze het moeten gebruiken. Ik denk dat dat vooral een ding is als je leert hoe je het moet gebruiken. Oh. Ja, dan is er zoveel mogelijk. En dat is gewoon een kwestie van inderdaad juiste prompts. Dus een juiste opdrachten ja, ja. invoeren. En dan kun je echt gewoon zoveel ja, laten doen. Zeg maar. maar het, je moet ook een bepaalde denkswitch maken, zeg maar. Ik merk dat zelf ook, dat je dan. Je bent heel erg geneigd om zelf zeg maar dingen te gaan doen. Dus een project helemaal zelf uit te denken, helemaal dat kost je misschien een uur zeg maar. Om uh, bijvoorbeeld stel je wil, uh, ik noem maar wat, je wil een nieuwe uh, nieuwe course outline maken. Je wil een uh, presentatie geven ja. bijvoorbeeld. Je kunt dat helemaal zelf uitdenken, maar je kunt ook inderdaad zeggen van nou dit is ongeveer wat ik wil, ik moet er zo uitzien, ja. deze aspecten maak even een opzetje ja. en dan bam, heb je een opzetje binnen twee minuten ja. en dan kun je daar zelf weer mee verder. Dus dan heb je gewoon een uur bespaard. Maar dat is even de switch die je moet maken van hey. En ja, heel dat goed is nadenken van ja. welke stap kan ik zeg maar, daar neerleggen... in plaats van dat ik dat met eigen denkvermogen moet doen. Ja, en want dat is natuurlijk met alles zo. Met social media was het in het begin ook zo. Je vergat, oh ja, ik kan ook nog die vraag stellen op Twitter. Ja. Uh, want dan, had ik gewoon, dan moest ik uh, ergens over presenteren. en ik, ik heb wat input nodig. En toen dacht ik, oh ja, dat kan ik ook gebruiken. En dat kan je met LinkedIn tegenwoordig ook. Maar die, die uh, mindset, daar begint het mee. Want het, 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 je moet het jezelf zo eigen maken dat je eigenlijk... Alle taken die je nu doet, dat je je afvraagt van kan ik hierbij ook AI inzetten. Ja. Ja. Om het te verbeteren, te optimaliseren. Alleen dat is wel een proces, want je kunt dat is niet in een dag klaar. Dat je overal bewust van bent. En vaak dan merk ik ook dat als ik terugdenk naar een paar jaar geleden, dan ben ik nu veel effectiever ermee. Omdat ik nu ook weet uh, wat het allemaal wel niet van, van kracht en mogelijkheden in zich heeft. Dat mm. moet je eerst ook, ook ontdekken. Ja, 100%. ja en je moet die systemen gewoon leren kennen. Ja, je had net wat je zegt, je bent nu nog in een periode dat is allemaal nog heel nieuw. Ja. Dus je hebt gewoon de ruimte om gewoon langzaam die systemen oh. te ontdekken en dan straks als het echt heel veel gebruikt ja. gaat worden, dan heb jij de basiskennis ja. al. Dus dan hoef je niet meer van nul te beginnen, gof, gof. dan weet je gewoon wat er is, hoe je het ongeveer moet gebruiken en dan kan je het ook veel makkelijker inzetten. En dat ja. is denk ik wel. Ik bedoel als je als je kijkt Bijvoorbeeld tien jaar geleden. Ik denk dat iedereen had gewild dat hij toen al alles over social media wist. Ook ja, 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 als je kijkt wat voor concurrentievoordeel je had. Ja, ja. Dus dat mm. is denk ik heel belangrijk om te beseffen. Ook als bedrijf zijn of als ondernemer zijn. Je staat nu. In de mogelijkheid ja. om gewoon ja. in die early stage te zitten. Ja. En gewoon daar gebruik van te gaan maken. Waardoor ja. je straks zo'n groot voordeel ja. hebt. Want ik bedoel, als je ga gewoon eens terugdenken van hoe was jij tien jaar geleden. Gebruikte je social media toen al. Had je toen allemaal al willen leren als je kijkt naar nu, wat je nu allemaal weet. Ja, tuurlijk had je toen willen leren. Ja, ja, ja. Dus dat is denk ik mm. gewoon echt een hele belangrijke stap om te maken. van Oké, okay, wat, wat voor voordeel kan dit op de lange termijn geven? En dat ja. is denk ik wel belangrijk. Ja, dat is uh, zeker belangrijk. Want als ik terug terugga naar 2009, toen begon ik. Ik al wat lezingen gegeven en 2010 en 11 begon het echt serieus te worden. Maar toen moest ik altijd nog filmpjes laten zien, dat, dat, dat denk ik altijd dan terug. Social media is een vet, is een hype. Mm. En dan, dan moest ik dus aantonen, steeds in een filmpje, van ja, maar dit wordt echt de toekomst. Maar de, 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 de massa stond er toen vaak nog in van, ja, dit is toch onzin, dit is alleen voor kinderen leuk. Maar dat is het nu, natuurlijk niet. Maar als je het niet kent, dan zet je het ook snel weg. Dan denk je, ja, dit zal allemaal wel. En ik merk de houding. Bij heel veel bedrijven is nog vaak. Er zijn een paar medewerkers die vinden het leuk En die willen anderen laten zien. Maar die, de, de, de medewerkers, de collega's hebben er helemaal geen behoefte aan. Die denken: ja, wat een onzin allemaal. Ja. Hier willen we ons niet mee bezighouden. Maar ze hebben niet door. En dat is ook logisch. Dat is hetzelfde verhaal met die mobiele telefoon. Toen ik zei: ik heb mijn eigen kantoor nu altijd bij me. Als je het dan nooit hebt ervaren, dan kun je het ook niet voor je zien. Je kunt eigenlijk niet vermogen houden. En zeker met AI niet. Want dat is nog een veel grotere revolutie dan die van social media. Zo zie ik het. Dan kun je eigenlijk niet. Als je het eenmaal hebt ervaren, denk je, ja, het is echt zo. Maar het is bijna niet... Als ik mijn ouders zo'n zo Sora-filmpje laat zien... en zeg van, dit is met één prompt, is dit gemaakt? Dan denken ze, ja, maar dat kan toch niet? En, dus dan gaan ze je eerder nog bestempelen... als een, een halve garen of een, een, ja. een doorgeslagen gek. Ja. Uh, of een bezetene. Ja. Uh, dan dat ze denken, hé, hey, maar we moeten er ook maar eens even wat mee. Ja. Maar ja, daarom ja. moet je daar ook helemaal van loskomen. Ja. Dat is denk ik mooi met ondernemers zeg maar... Je gaat je op een gegeven moment omringen met een omgeving die je zelf helemaal kiest. Want jij kiest een bepaalde richting. Je gaat dingen op een bepaalde manier ja. doen. En daarbij komen ook de juiste mensen ook kijken. En dat is denk oh. ik een mooie dat je op een gegeven ja. moment als ondernemer. Daarom is het misschien ook heel mooi, ja, vooral luisteren ook veel ondernemers naar deze podcast. Kijk, je hebt echt een unieke kans om dit nu te helemaal te gaan implementeren en echt gewoon daar vooruit mee te gaan. En ook als je kijkt bijvoorbeeld gewoon wat zijn eigenschappen die zorgen voordat je het vers komt. Speed of implementation, dus hoe snel je nieuwe dingen kan toepassen. Reflectief vermogen, dus weer open blik hebben. En dat is allemaal wat je eigenlijk gewoon nodig hebt. Dus daarom is het denk ik, ja, het is zeg maar een beetje tegenstrijdig, omdat heel vaak... Dan komt er iets nieuws en dan denk je van ja, maar dat, je wil bij het oude blijven, omdat voelt fijn en vertrouwd. Maar je moet inderdaad gewoon echt kijken: van oké, okay, wat, wat is er de afgelopen 20, 30 jaar gebeurd. En wat heeft dat voor verandering teweeggebracht... En oké, okay, wat moet ik dan nu doen? Ja, dat is het. Want als je terugdenkt, dan zie je ook wel dat dingen heel snel veranderden. Ja. En dat gaat het nu ook. En dan eigenlijk uh, gaat het alleen maar sneller, omdat uh, alles volgt elkaar veel sneller op. Omdat ook natuurlijk iedereen met elkaar in contact staat krijgt ook iedereen snel mee dat er uh, nieuwe dingen uh, zitten aan te ja. komen. Dat is natuurlijk ook een groot verschil. En, en, en je weet gewoon, als jij uh, zelf op een rem trapt... dan blokkeer je eigenlijk je eigen ontwikkeling. Mm. Dat is wat je doet. En dat zeg ik ook altijd, altijd tegen medewerkers als ze in de weerstand mm. zitten. De enige die je er echt mee hebt, dat ben je zelf. Ja. En, en uiteindelijk je gezin en je vrienden... die worden er ook niet blij van dat je straks uh, gefrustreerd thuis zit. Want het punt is natuurlijk, als je dan... Dat heb ik toen met social media ook wel gezien. Dat mensen dan na vijf, zes jaar zeiden... Ja, Achteraf gezien had je wel gelijk. Ja. Hmm. Maar die hebben het ook voor zichzelf altijd maar weer. Uh, want dat gebeurt natuurlijk ook als jij eerst heel erg fel erin gaat: van het is onzin. Ja, dan heb je dus een gezichtsverlies ook. Ja, je wil niet toegeven dat nee, je dan in één keer toch ronddraait. Uh, en zeker ja. als je een manager of een directeur van een bedrijf bent. die als je zulke grote uitspraken doet. dan moet je al. en dat, dan moet je over je eigen schaduw heen kunnen stappen. om te zeggen: van ja, maar ik, ik zat er helemaal naast. Vorige week zei ik iets, maar ik heb me, ik heb me vergist. Want als je dat niet kan, dan ga je dus iedereen meenemen in die ellende. Want ja. als een, een, een managementteam zegt van we gaan hier niks meer doen, er zijn genoeg medewerkers natuurlijk, die zien het wel, maar die krijgen niks voor elkaar. Nee, Zolang maar... het management daar niet in, in meegaat en een speelruimte creëert. Ja, want hoe is die ene uitspraak nou ook alweer? Mensen gaan liever dood verdedigen van hun wereldbeeld dan... Jij, jij kent die, jij ja, je, toeg... je gebruikt die best wel vaak. Toeg dat toegeven dat ze ongelijk zijn, Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, nou, dat, dat, dat is, dat, dat is ja. echt gewoon zo. Mensen die houden zich zo vast aan dat wereldbeeld... omdat ze gewoon die ja. identiteit zo willen Klopt. houden. Dat ze, gewoon, dat ze gewoon dat liever hebben dan ja. dat ze de werkelijkheid... Maar als dat, als dat is dus uh, eigenlijk waar we het straks over hadden. Als je identiteit uh, koppelt aan de buitenwereld... dan heb je dus altijd dat probleem. Ja. Maar als jij jezelf verbindt met de, de kern van jezelf... Uh, met wie je echt daadwerkelijk bent... dan kan er van alles gebeuren in de wereld... Maar het maakt niet uit, want je, je weet van, hé, hey, de omgeving is veranderd, maar ik ben dus niet veranderd. Maar dan heb je wel een uh, kompas van, hé, hey, maar volgens mij moet ik die kant op. Of moet ik met die en die mensen gaan zitten. En ik heb het ook eigenlijk wel ontwikkeld, ook doordat ik veel heb gereisd. En ik heb geleerd waar ik ook ben. Het maakt niet uit, want het zijn allemaal mensen. En als je echt vanuit de kern ergens staat mm. en je maakt contact, dan heb je altijd verbinding. Want onbewust voelt de ander, hé, hey, dit is veilig. Ik kan, ik kan ook gewoon mezelf zijn. Ondanks dat diegene uh, iemand is die er anders uitziet dan ik. Ja. En anders uh, gekleed is dan ik. Uh, maar in de kern heb je hetzelfde. En dat heb ik toen al een keer ontdekt. Dat was volgens mij 2014. In het Colosseum in, uh, in Rome. Er stond een man naast me. En uh, ik, in die tijd was het nog steeds zo. Dat waren dan mannen die terroristische aanslagen pleegden. Een beetje die er zo uitzagen. Hmm. Dus hij vroeg mij uh, wat ik in de hand had. Ik had een DJI. Uh, Ronin uh, apparaat en zo'n draaibare camera, oh, ja. de eerste versie. En uh, toen had ik, hij, ja, hij merkte dat ik gewoon open voor hem stond. Ik denk, ik, ik ga mezelf ook kwetsbaar opstellen. Hebben we s'avonds een uh, hapje gegeten mm -hmm. en ik ben uh, twee jaar geleden nog bij hem in, uh, in Egypte geweest. Ja, en, ja, en, mooi. en, en hij heeft mijn, mijn vrienden uh, aan, aan zich voorgesteld, zijn vrienden aan zich voorgesteld. En ik denk, ja, zo kan het lopen. Hey, ondernemer, wil jij nou meer van dit soort content en concrete tips? Neem dan even een kijkje bij ons in de Ondernemend Academy. Ja, maar dat is het mooie. Gewoon ja. die uitspraak, real recognizes real. Gewoon, je, je voelt gelijk wanneer iemand gewoon echt is, ja. zeg maar. Wanneer ja. iemand, vooral als je op dat niveau zit... dat je gewoon ook helemaal oké okay bent met jezelf. Je, je hoeft maar, vaak maar een blik te geven en je weet het gewoon, oh. zeg maar. Je ja. voelt het gelijk. Ja. En dat is denk ik sowieso het mooie... Qua, qua als je echt dat gevoel durft achterna te gaan... dan kom je ook mooie mensen tegen. Dus ik bedoel, zo zijn wij ook jou tegengekomen. Je, we bellen één keer, er is ja. gelijk een klik. Ja, meteen. Ja. Want ik bedoel, wij hadden eigenlijk zoiets van... oké, okay, we wisten van... oké, okay, je gaat heel groot worden. We gebruiken het zelf steeds meer. Maar ja, hoe, hoe, je wil een expert hebben. Dus ja, David en ik zaten daar een beetje over te, te praten. En dan in één keer kom jij ja. op ons pad via ja. Alexander. Ja, en dat klikt zaak. ook gewoon gelijk. Ja. En dus dat vind ik ook het mooie. En dan wil ik ook even een brug slaan. En ik denk dat het ook mooi is om te vermelden... Van, tegen de tijd dat deze podcast uit is, dan zullen we daar vast al wat meer over gedeeld hebben. Maar uh, je kan, denk ik, binnenkort ook meer verbinden met jou via ons. Want we gaan uh, samen iets lanceren. Wat, wat heel mooi gaat worden om over AI te leren. Want ik bedoel. Ja, zoals mensen al denk ik al in de podcast mee hebben gekregen. Jij staat met elk, elke grote revolutie sta jij eigenlijk aan het begin. Zo ook met AI. En dat willen we ook overbrengen naar onze luisteraars. We zijn natuurlijk ook een groter platform dan alleen een podcast. We willen mensen wat bijbrengen, waardoor je gewoon makkelijker en beter kan ondernemen. En waar je ook mee kan gaan met de nieuwe tijd. Dus ook meer in verbinding met jezelf, maar ook gewoon echt verbonden met alle nieuwe technologie dus daar gaan we een hele course voor maken, dus dat is denk ik wel leuk om alvast even te benoemen dat we daar uh, ja, mensen alvast bewust van maken dat je binnenkort ook echt bij ons die AI course kan leren en dat je daar ook echt mee om kan leren gaan. Dus, uh, ja, dat en is denk dat, wel dat ook was mooi. ook zo mooi dat we toen die Zoom call met ons drieën hadden. Ja. Dat toen liep alles meteen op, een, uh, ja, op rolletjes. Ja, ja. zeker. Het was die, die gesprekken die we hier in de podcast voeren, die hadden we meteen al. Voeren we, we en normaal waren, ook. Ja, <laughs> ja. ja. Maar het, het was niet zo dat we ongemakkelijk waren om eerst af te tasten van. Uh, wie, wie zijn ja, nee, nee. wij? Nee, dat, dat, en dat voel je. Want dat, dat is ook. We hadden het voor de podcast nog over. Je hebt, als je heel dicht bij jezelf staat, heb je een soort uh, innerlijk weten. Ja. Je voelt dus uh, vaak. Uh, ook, ook al is de buitenkant soms perfect. Dat je denkt: Nou, iemand, uh, dit is gewoon uh, een topper. Die kan alles. Ja, zeker. Dan voel je van: Hé, hey, maar dit is een masker. Ja, ja. Ja, 100%. Want ja. toen wij in die call zaten, kijk, voor ons was het ook een beetje van oké, okay, hoeveel, hoeveel zou die echt van de AI weten. Maar je voelt gelijk dat enthousiasme wat jij nu ook in die podcast brengt. Dat voel je gelijk. Dus je voelt ook gelijk van oké, okay, dit zit echt goed. Want ik bedoel, jij met die enthousiasme, dat breng je gewoon over. Dus dat is mm -hmm. gewoon heel mooi om te zien: van je, je gelijk dat vertrouwen is er. En dat is het leuke daaraan. Ja, ja. en dat is dus wat, wat, daar komt het ook altijd vanuit de kern. Want je kan namelijk in je hoofd wel een verhaal hebben. Maar als ik dan in de podcast bij jullie zit... en je krijgt allemaal vragen, dan wordt het ja. heel lastig. Ja. Want ja. Dan, 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 dan werkt die uh, uh, autopilot, die, die, die werkt wel... maar die, dat matcht helemaal niet met wat jullie nee. vragen. Maar dat nee. is ook het mooie aan een podcast, vind ik. Zeg ja. maar, je, kunt, je kunt niet een uur lang of twee uur lang echt een show ophouden. Nee. Ja, natuurlijk, er zijn mensen die, die er heel goed in zijn... die, die het wel enigszins kunnen, maar ja op een gegeven moment kom je toch wel echt dichtbij wie klopt. iemand echt is klopt. in de buurt en dat vind ik het mooie aan een long format als een podcast ja dat is gewoon ja. dat is heel dichtbij mensen omdat ja je kunt je kunt in een kort interview kun je misschien wel even hè, kun je jezelf heel heel anders voordoen alleen vaak een podcast ja, is toch klopt, veel klopt, meer klopt. Uh, veel meer op de diepte uh, daarom zijn ook weinig politici die uh, nou het, een podcast nee. wil ik ook. Ja, 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 want zo. vergeet niet uh, <laughs> ik ben zelf ook nog gevraagd namelijk om in de tweede kamer te komen in 2019. Dat wil ik nu, uh, nu dat is nu niet interessant maar ik weet wel het is allemaal geschript in wezen. Als je dan in die wereld komt, dan wordt alles voor je ja, uitge bedoel, uitgewerkt. Ik kijk even één keer een interview. Kijk, ik moet, het, ik moet het ze wel geven. Ik vind politici zijn zo goed in de vraag om omzeilen. Dat is ja. gewoon echt absurd. Ja, ja, gewoon ja, ja. Hoe vaak je wel niet naar een interview kijkt, dat er gewoon letterlijk een vraag wordt gesteld. En dan beginnen ze daar heel even ja. voor het onderwerp en dan... En dan komen ze er totaal, ja, totaal anders ja. En ze brengen het alsof uh, dat het antwoord ja, was. Dat ja, maar het is, het antwoord gewoon, antwoord. Uh, het ja. is ook lichaamstalen. Ja. Gewoon lachen en ja. uh, vrolijk Tot, blijven. Ja, dan luisteren. Mensen. Ja, maar ik vind ik weet... het is wel knap. Maar ja. het is natuurlijk wel zo. Um, uh, steeds meer mensen die zoeken uh, mm. meer uh, de waarheid in zichzelf. Ja, dat ja. betekent dus dat op het moment dat je echt in verbinding staat met jezelf, dan kun je daar wel do snel doorheen kijken. Ja. Zeker. Ja. Dus ja. Dat, dat is wat ik van tevoren al zei: van uh, die uitspraak van uh, uh, dat, dat heel veel mensen kunnen wel kijken, maar er zijn weinig die kunnen voelen. Dus ja. het grotere merendeel die trapt gewoon keihard in. Want oh. die, die kijken gewoon, je ziet gewoon een vrolijke. Een uh, charismatische man of vrouw. Ja, ja. En, die, en die horen een verhaal. Nou, die, die luisteren helemaal niet heel goed naar het verhaal. En die trappen er gewoon keihard in. En dat is gewoon het ja. ding. Op een gegeven moment, als je dat wel kan voelen en je kan aanvoelen. van ja, maar uh, dit klopt helemaal niet. Klopt. Dat, dat verhaal dat matcht helemaal niet met de vraag. En ja, hij staat er wel heel vrolijk te lachen. Maar eigenlijk ja, dat ja, hele ja, ja, andere nergens op. Ja. Ja, dan voel je dat aan. Maar ja. er zijn maar weinig mensen die dat kunnen. En dat is wel gewoon. Ja, waar je mee te maken hebt. Ja, is, en, zeg maar. en dan komt het ook nog zo. Kijk, er zijn wel mensen die het kunnen. Alleen, dan, dan heb je twee dingen. Uh, het is zo van, uh, als er een angstsituatie is en een veel onzekerheid... dan gaan mensen vaak terugvallen ja. weer uh, op het oude. Ja, dus ja. dan kunnen ze het in één keer niet meer. En dan denken ze, ja, maar nu vallen we op de autoriteit terug. Uh, ja. en, en, en het is ook vaak zo, dan ook al zien ze het wel... dan moet je dan wel het lef hebben om het te kunnen zeggen en te durven zeggen. Want er zijn natuurlijk ook mensen om je heen, die zien het niet. Ja, die, er van die worden kwaad. Die zeggen. maar Hoe durf je dat zo te zeggen? Ja. Ja. En ik heb het zelf wel eens meegemaakt. Ook uh, in een functioneringsgesprek met een manager. Dat hij <laughs> zei: Ik voel me zo onrustig bij jou. En ik wist meteen waarom. Ik zei: Dat heeft <laughs> te maken. Jij kan alles zeggen. Maar ik zei: Jij hebt geen invloed op mij. Nee. Want het maakt mij niet uit wat jij vindt. En als je dat is het. Dan moest je even weg. Hij is je even <laughs> weglopen. Ik ging weer zitten. Als je dat is de reden. Want hij was wel echt. Hij was zichzelf ook. Alleen hij. Dat inzicht had hij nog niet. Maar als je ja. echt dicht bij jezelf bent... en dan zul je ook merken dat mensen die uh, altijd geleerd hebben... om met leugens overal weg te komen... die zijn heel snel bij je vertrokken. Ja, maar die ja, voelen ja, zich ja. heel ongemakkelijk. Ja, ja. Want, die, want ze, ze voelen dat jij er gewoon doorheen komt. Ze voelen het gewoon. God, mm. en, en vergeet niet, men is vaak zo overtuigd... dat ze overal mee wegkomen... dat ze eerst nog denken, wat gebeurt hier? Want ze, ze denken, hé... Hey, ik vertel een verhaal en dat is toch de waarheid? Want ze zijn het zelfs bijna gaan geloven. Ja, en dan, maar ze, ze jij bent zo'n spiegel dat, dat ze er heel bang van worden. Ja, ja. En, en, en dat is iets wat, dat heb ik natuurlijk wel verschillende keren uh, echt meegemaakt, dat mensen dan heel kwaad worden. Maar uh, het is ook een stukje training. Want nu, uh, ja, nu kan ik bijna wel zeggen, niet ik, ik kan natuurlijk nooit zeggen dat het voor 100% is. Want je weet niet wat je allemaal nog tegenkomt. Maar nee. ik, ik, ook al zou ik er misschien een, een paar seconden even uitleggen uit de rol. Dat, dat ik toch mezelf weer even los heb gekoppeld met de realiteit. Hmm. Met mezelf. Dat is de plug in, bij Nio, in een, in een, dat je even <laughs> ja. los bent in de Matrix. Dat, maar dan, dan denk je heel snel, wacht even, wat ben ik aan het doen? Want soms word je ook getest dat ze je willen forceren... dat je bijvoorbeeld een, 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 een ego-opmerking maakt of een ja. lelijke opmerking. Ja. Ja. Maar dan denk wacht even. Ik moet mezelf even weer verbinden met wie ik ben. Hmm. Rust. En dan kunnen ze het niet meer, want dan kun je ook niet... Iemand die dicht bij zichzelf staat, kun je, dan, die kun je na, nergens op pakken namelijk, want het is altijd authentiek. Ja. Maar op het moment dat je in de woede gaat zitten, dat, dat kan natuurlijk zijn dat ze je daar dan in krijgen vanwege dingen uit het verleden waar ze nog op kunnen drukken. Dat zie je even, dan vergeet je even, uh, dan ben je even minder bewust. Ja. Ja. Ja, en dan zeker. doe je soms dingen dat je denkt, dit had ik niet moeten zeggen of doen. Nee, maar dat is ook het proces, denk ik, dat je daar ja, elke keer ja. weer, weer wat dat is een beter in wordt en minder ja. snel getriggerd wordt. Ja. Maar ik vind het ook wel een heel mooi onderwerp, want dat is, dit is ook meteen de grootste zorg van mensen. Als het gaat om AI, dat is het, het stukje menselijkheid verliezen of dat, ja, dat, dat, dus, dat dat dus wegvalt. Van ja, ja uh, waar is dan de menselijkheid of hoe gaat dat dan samen met, met, uh, met een cultuur of, of wat dan ook. Ik denk ja. dat dit een heel belangrijk stuk is ook voor mensen om te schetsen van... Dat die twee werelden wel daadwerkelijk ja, ja, samen kunnen gaan. Absoluut. Als je er maar bewust mee omgaat. Ja. En, en, dus, en dus ook, zeg maar, dat vaak hebben mensen dan het idee van: oh ja, maar dat is, het is ook een bedreiging voor het, voor het bewustzijn van de mens, zeg maar, of, of een mens aan zich. En dat kan aan de ene kant ook wel. Maar anderzijds zorgt het ook weer voor een enorme versnelling in ons eigen ja. bewustzijn, omdat onze intelligentie groeit, omdat die intelligentie ja. groeit en, en uh, ja. vice versa, zeg maar. Nou dus, ja, het is, dat net... is een hele mooi wat je zegt, want uh, je moet het zo zien. Uh, ik heb, toen ik jong was, had ik al mensen van boven de 50, uh, waar ik vaak uh, mee afsprak, dat waren mijn coaches. Die, die, ja, die kwamen dingen, daar wist ik niks van. Ja. En, en je moet het zo zien, uh, zo zie ik het zelf dan. Dat so, de AI is ook weer een, een mentor voor jou. Mm. Dus uh, hoe, hoe slimmer en intelligenter uh, die AI wordt, hoe sterker de coach het, uh, je, je krijgt. Dus die trekt je ook sneller mee naar boven. Dus ik weet zeker uh, dat we collectief gaan we ook groeien. Ja, ja, zeker. en ja, ja. Wat we al van tevoren besproken, ook van je gaat wel weer echt een soort tweesrijding krijgen. Ja. Want ik denk dat met elke technologie, het kan jou consumeren of jij kan het consumeren. Dus jij kan er gebruik van maken of ja, het ja. gaat jou gebruiken. Want dat zie je nu ook, bijvoorbeeld ook social media. Kijk, je kan heel makkelijk nu verbinden met allerlei intelligente of interessante mensen die jou aanspreken. Maar je kan ook je helemaal verliezen in ja. gewoon maar scrollen klopt, en maar gewoon klopt. allerlei rotzooi kijken. Uh, haatreacties plaatsen, ja, 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 ja. Weet je, dat soort dingen. Dus ja. je kan... Dus het versterkt altijd gewoon wat ja. er al is. Dus ik denk wel, we gaan daar ook weer een soort van... Laat een enorme versnelling in zien, maar ook twee kanten op. Dus de ene kant op dat mensen daar gebruik van gaan maken... en dus op een hele unieke manier ja, zichzelf ja, ja, ja. kunnen leren kennen... en ook gewoon daarin kunnen groeien. En de andere kant is weer dat mensen... Ja, er, ja, Door worden gebruikt of ja. misschien zichzelf helemaal verliezen in, in die technologie. Nou, dat is een mooie, want ik, ja, ik lees veel ook uh, en ik, ik kijk ook veel uh, YouTubers uh, die het over uh, spirituele ontwaking hebben. En dan hoor je vaak 5D en 3D uh, en 4D. Maar, maar uh, ik zie het um, ja, niet helemaal, dat is soms wat zweverig. Maar als ik het dan plat sla, dan is het eigenlijk 3D, dat je in de huidige wereld het zo wil laten. Dat je niet naar binnen gaat om jezelf te ontwikkelen. En als je in 5D komt, dan, dan ga je dus kijken: van ja, maar eerst maar zelf eens even kijken. Wat kan ik aan mezelf verbeteren? En dan pas uh, een oordeel hebben. Maar de meesten die hebben zoiets: dat wil ik niet. Dus die gaan natuurlijk afleiding zoeken in de vorm van TikTokjes kijken. Sommigen zitten er uren op te scrollen. Mm. Of haatberichten sturen. Maar dan hoef je het nooit bij jezelf te zoeken. Ja. En, maar dan in al die tijd die je dus uh, kwijt bent daaraan. Heb je dus alweer verloren om überhaupt aan jezelf te werken. Dus het, het zal zo zijn dat er een groep is die gaat zichzelf verder ontwikkelen, die zoekt ook elkaar op. Uh, dat doen wij nu feitelijk ook, omdat wij uh, voelen we, we kunnen alle drie veel van elkaar leren. Dus dan ga je met elkaar ga je enorme stappen zetten. Maar als we elkaar als uh, ja, vijand zien, dan gaan we elkaar, uh, de, we elkaar opzetten en afzetten. Waardoor je uh, alle drie niet groeit. Nee. Want ze zijn aan het vechten, maar we, we bereiken niks. Hé, hey, ondernemer. Wil jij nou meer van dit soort content en concrete tips? Neem dan even een kijkje bij ons in de Ondernemend Academy. Nee, maar het is toch gewoon echt weer die verandering omarmen. Dus ook met ja. alles. Ik bedoel, dus jezelf verantwoordelijk stellen. Dus ook de verandering verantwoordelijk stellen. Van oké, okay, uh, ik moet veranderen. Of ik moet mezelf ook leren adapteren. Weet je wel aan nieuwe situaties. Ja. Maar bijvoorbeeld ook met nieuwe technologieën. Kijk, je kan er helemaal tegen ingaan. Maar uiteindelijk, ja, kijk, dit is gewoon de omgeving. Je hebt ermee te dealen. Ja. Ik bedoel, zo hebben dieren ook altijd met dingen weten te dealen. En ja, daarom ja, zijn ja. ze ook geëvolueerd naar oh. de vorm waar ze nu ja. zijn. Ja. Dus uiteindelijk is dat, denk ik, gewoon het belangrijkste. En ook weer de kern van de natuur. Alles verandert continu. Ja, ja. En je moet er gewoon mee dealen. En ja. als je dat niet doet en je gaat er tegen inwerken, heb je alleen jezelf te maken. Mee. Ja, ik geloof cool, cool. dat dat ja. is gewoon dat zie je toch met alles zo. Ik bedoel uh, die bedrijven die toen tegen jou hebben gezegd of heel boos zijn geworden van ja, dat social media staat allemaal nergens op. Waarschijnlijk zijn dat de bedrijven die pas zo laat ja, hebben gerealiseerd cool. van oh, we moeten er wel mee, wat mee doen, wel. dat ze gewoon door concurrenten ingemaakt zijn en dat is gewoon het hele ding gewoon Verandering continu omarmen. Want anders je je gewoon achterlopen en je hebt alleen ja, jezelf ermee. Ja. En dat is hetzelfde met innerlijke verandering. Als je dat niet omarmt en niet jezelf als iets ziet wat evolueert en wat moet groeien en nieuwe dingen ontdekken en nieuwe inzichten van anderen krijgen en daarmee je eigen inzichten ook ja. aanpassen. Ja, als je dat niet omarmt, dan, dan ga je gewoon vastlopen. Ook binnen, van binnenuit. Dus nee, eigenlijk is het gewoon allemaal hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Het, komt steeds, het is net alsof die, in die Matrix film dat alles heeft zich al een keer, is al een keer geweest. Ja. En dan krijg je een herkansing. Dan doet het zich allemaal weer opnieuw voor. En dan kun je alsnog kun je zeggen, ik ga nu wel deze keer aan mezelf werken. Ja. En ga er niet uh, tegen strijden. Ja, maar dat, ja, dat, dat is dat toch is, eigenlijk uh, ook wat je bij mensen altijd ziet. Ik bedoel, hoe vaak ervaar je wel niet dat je zo vaak ergens tegen een man loopt en dat je op een gegeven moment denkt van, oké, okay, Misschien moet ik het toch een keer anders doen. En dan, ja. dan in één keer gebeurt ja. het probleem niet meer. Omdat je bent God. veranderd. Dus het leven gaat continu dingen naar jou gooien. Ja. Ja. En dus je kan continu het aanpakken. En als je dat niet doet, dan komt het gewoon weer terug. Dus dat je krijgt elke wel. keer weer die kans. Ook in relaties, maar wel weer steeds ja. erger. Ja, ook in ja. relaties. En ja, kun je wel zeggen, ik ga nu een uh, nieuwe vriendin zoeken. Ja. Maar dan gebeurt het altijd weer. Ja, zeker. Ja. Je hebt zelf ook gemerkt in dingen. Dat ik denk, ja, waarom gebeurde dat? Nu weet ik het. Want die, wat je vaak uh, wilt, is dat iemand wil je niet verliezen. Dus dan ga je denken, ik ga me aanpassen aan wat zij wil. Maar dan ga je bij jezelf weg. Maar ja. uiteindelijk, uh, dan is jouw batterij leeg. En dan krijg ik ook nog te horen, wat ben je van slappeling? Maar ja, dat is ook zo. Want je, hebt, je, je, je eigen kracht heb je weggegeven. Ja. Dus dan ja. heb je eigen... Maar als je, het, uh, als je bewuster zou zijn, dat ben ik nu meer... dan, dan weet je eigenlijk al meteen, dit kan nooit wat worden. Want je kijkt eigenlijk achter het masker. Hè? Want dan, vroeger was het altijd zo, als het een mooie vrouw was... Dan, dan was je al helemaal... alles was, was dan niet meer belangrijk. Ja. Dan wilde je alles al opofferen, denk ik, uh, voor, voor die vrouw. Ja. Maar dan had je dus jezelf wel weggeven. Ja, maar het heeft ook heel veel met eigenwaarde te maken, ja, want op klopt. een gegeven moment, zeg maar, als jij heel goed met jezelf bent, doordat je gewoon je innerlijk werk hebt gedaan en je kent jezelf heel goed en je bent gewoon, je kan prima alleen zijn, ja, dan heb je gewoon zoveel eigenwaarde dat je, je ook niet meer verliest voor oh. een, een relatie, oh. zeg maar. Dus als je dan als vrouw een knappe man tegenkomt, als, als man oh. een knappe vrouw, ja, kijk dan, dan als, als iemand echt vervelend doet of in ieder geval waar je van voelt van, oké, okay, dit past niet bij mij, dan is je eigenwaarde ja, zo cool, groot ja. dat je denkt van, ja, maar dit is veel belangrijker, dus ik moet bij mezelf blijven. En oh. als je eigen waarde nog niet zo groot is. Of je weet helemaal niet wie je zelf bent. Nee, nee. Bij, wie, bij wie moet je dan überhaupt blijven? Want dan ga je juist die eigenwaarde ja, ga je bij die andere halen. Externe. Want dan denk je van, ja. oh, die geeft mij liefde. Ja, ja. Terwijl als je gewoon zelf liefde bent, je hebt je Terwijl... dan hoef je die liefde niet extern te halen. Nee, nee. Want dat is ook zo mooi. Ik, ik besprak dat laatst met uh, mijn masseuse, waar, ik, uh, waar David en Tom ook heen gaan. En, en ik besprak met haar dat ik nu in een soort van nou, een nieuwe relatie zit. Maar of in ieder geval, ik ben met iemand aan het daten wat wel gewoon iets serieuzer is dan gewoon in de eerste fase, zeg maar. En toen legde ik aan haar uit van dat wij allebei heel bewust zijn en dat we, dat we samen een nieuwe ruimte vormen. En toen zei ze, ik vind het zo bijzonder dat je dit doet, want heel veel mensen doen dit. Ja, en ja, dit, ja, is, ja. dit is, zit je bij elkaar ja, in het was. energieveld. Terwijl wel dan ga je dus bij elkaar ruimte innemen in plaats ja. van dat je je moet juist, ja, je bent ja. een klein beetje verbonden, maar je, maar je maakt samen een nieuwe ruimte ja, 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 en dat ja. is het mooie zeg maar als je gewoon beide dat bewustzijn hebt, ja. je, je gaat het niet meer bij de andere wegtrekken of je eigen waarden vandaan halen, maar je vormt samen gewoon iets heel ja. nieuws ja. en dat is veel mooier want daar kunnen echt nieuwe dingen ontstaan omdat je ruimte hebt ja, ja. in plaats van dat je eenmaal in elkaar je kan niks zit. groeien ja. en, en je bent alleen maar bezig om uh, controle uit te oefenen op die ander, ja. Ja. maar dat betekent dus dat je eigenlijk ook al je energie weggeeft. Want, want je hebt helemaal geen energie meer om te creëren. Dat is nee. allemaal weg. Nee. Ja, klopt. En het is net als nee. Sméagol. Je houdt, de je de houdt alles bij elkaar in stand... omdat ja. je ja. zo verbonden... Klopt. helemaal in elkaar gewogen klopt. zit. Dus je, er kan niks nieuws ontstaan. Er kan niks meer. Nee. Groeien, dat is echt... Ja. Ja, dat is echt... Relaties zijn daarin ook gewoon ja. weer de grootste spiegel. Ja, als je wil weten of je echt een beetje gegroeid bent... of goed bent ja, met jezelf... dan ja. nou, ga een paar keer relaties relatie <laughs> klopt, aan, Kijk hoe klopt. dat ontstaat en dan weet je genoeg. Nou, dat is wel... Maar dat, en dat heb ik ook nog wel... als ik op basisschool uh, een gastles doe... en die kinderen, die moeten me niet... Dan weet ik ook, dan is er iets niet authentiek aan mij. Want kinderen die, die doen dat niet als je authentiek bent. Nee. Mm. Dan, dan gaan ze gewoon in verbinding. Dan gaan ze Ze, willen, ze komen soms wel met confronterende vragen. Maar dat is hun dat is nieuwsgierigheid. Ja. Maar het ja. is zo, ze gaan niet bewust jou aanvallen. Nee. Ja, ik denk dat iedereen ga maar eens bij jezelf na. De meest authentieke leraren die echt hunzelf waren, die vond je geweldig. Ja, ja, in ja, in geval, ja, ja. Die, die vond ik altijd geweldig. Ja. Daar kon ik zo goed mee. Daar kon ik uren naar luisteren. Ja. Daar had ik helemaal geen problemen mee. En, en iedereen die zeg maar in die hiërarchie stond, ja. stand zat, stond van: ik ben leraar en je moet ja, naar mij luisteren. Tot. Daar botste ik zo ja, hard bij ja, ja. dat ja. ik gewoon altijd eruit werd gestuurd, weet je wel. Dus dat is ja. echt als je bij jezelf mm. nagaat, vooral als je een beetje. Uh, in de puberteit een beetje ja. ook de ja, tegenin ging, ja. dan zul je merken dat iedereen die echt authentiek was, daar kon je Ja, goed daar mee. kon je, maar daar voelde je je veilig bij, want je kon jezelf zijn. Ja. En, en ik had één man, Gerard Lettinga die dat was vroeger mijn docent en later mijn collega, die heeft bij mij eigenlijk uh, ook gezegd toen ik moest presenteren, hij was ook docent uh, presentatietraining, dit is jouw kracht, Geer, dat, hier ga je het mee schoppen laten, ja. schoppen als je dit behoudt. Terwijl een andere docent die dat ook hetzelfde vak gaf, die zei toen nog, ja, nee, je doet het niet zoals het hoort. Maar, 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 en toen zei hij al heel snel, van, heb je ook zin om een hapje mee te eten thuis vanavond? Ik, ik heb ook kinderen, misschien kun je wel even met ze praten. En, en, en ik ben elk kind in huis geworden. En met afstuderen, weet ik nog wel, had ik wel een eigen docent die mij moest uh, begeleiden. Maar die, ja, die was helemaal niet authentiek. Dus ik zei, kan ik ook bij jou komen? Dus dan was voor de bühne, ging ik bij die ene man zitten... Maar bij hem ging ik dan de hele avond en dan leerde ik zoveel. Ja. Hij, hij, hij bracht me ook echt uit, 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 uit die kaders. Dus ik ging helemaal op nieuwe terreinen ging kijken. Ik denk je, oh, dit kan ook. En dat kan en dat kan. Ja, en, ja. En, en ik heb nog steeds contact. Hij is nu uh, 79 jaar. Hm. Maar, maar nog steeds dezelfde energieke gesprekken, alsof er niks veranderd is. Oh, omdat mooi, we ja. allebei vanuit de kern uh, ja. Ja, verbinden. Ja, maar dat is ook het zo mooi. Als, je kan echt merken wanneer iemand authentiek is, ook die levensenergie ja. die hij heeft. En pas ja. die gewoon met het vertellen, ja. weet je wel, dat is gewoon ja dat voel je je kan dan wel je lichaam wordt wel ouder maar dat innerlijk zit er gewoon nog zo'n energie zo'n passie zo'n vreugde ja, ja. en dat is denk ik we hadden laatst Ruud in de podcast en die ja. en die kerel die heeft mijn kennis dat dat gaat echt dat is echt elke keer als ik met hem een gesprek heb gehad dat zit mijn brein gewoon ja. En, ja. en hij zegt ook van ja weet je als je eenmaal dat bereikt dan dan word je gewoon onsterfelijk van binnen want je je hebt gewoon ja. dat vuur in je weet ja. je wel ja. dus ja. Dus ja, je wordt daar ook niet ouder van. Weet je wel, oh. binnenin dan. Ik bedoel, je lichaam wordt uiteraard ouder. Want ik bedoel, ja, je geeft gewoon warmte ja. af. Je verbruikt gewoon energie. Maar van binnen ben je nog steeds dat vurige kind. Dat ja. gewoon vol aan ja. kan staan. Ja. Mm. En dat zie je vaak ook in de ogen. Want die staan echt in verbinding ja. met je ziel. Ja. Dus je, je ja. kan vaak in de ogen zien of iemand uh, innerlijk heel sterk is. Ja. Uh, want als, als je nou niet echt lang met iemand hebt gesproken, dan. Ik, ik had een paar jaar geleden een vrouw, daar kwam ik vorige week weer tegen. Die, die ik zei, hoe is het? Uh, en toen zei ze: Ja, geweldig. En, en ze zag er echt super mooi uit. Maar toen zei ik: Dat klopt niet. En ik keek in haar ogen. En toen moest ze huilen. Want ik zei: want ze zei Alle mannen zien het niet. Behalve jij tot nu toe. Hm. Maar dat komt omdat ik bewust ben. Ik kijk dan, want als jij, uh, je wat weer dat beeld, je ziet alleen maar dat plaatje. denk Oh, dit is geweldig. Deze is helemaal top. Ja. Maar, maar, maar als je echt verbinding hebt, dan heb je dus ook verbinding met de ogen. En dan, dan voel je dus ook echt. Dat die energie helemaal niet klopt. Nee, maar aan alles. Het is gewoon, ja, je voelt het gewoon. Ja, je voelt het. Maar het, het is ook een kwestie van echt kunnen kijken. Want ik bedoel, hoe vaak kan je nou echt naar iemand kijken en het echt aanvoelen? Want heel vaak zit je toch, terwijl je met iemand bezig bent, toch al met je eigen ja, gedachten. En ja. dat is ook gewoon een, een, een ja, vorm van, van bewuster worden. Dat je gewoon leert aanvoelen en leert stil zijn. In plaats van gewoon altijd maar de ruimte op moeten vullen met ja. allemaal smalltalk en allemaal. Allemaal dingetjes ja, en leuk ja. doen. Terwijl, soms is het gewoon heel vind ik zelf ook altijd heerlijk als ik in die nieuwe ruimte kom. Bijvoorbeeld uh, ook een meisje waar ik dan nu mee aan het daten ben van als ik dan in haar studentenhuis ben... dan vind ik het heerlijk om al die andere studenten te zien... en dan eerst gewoon even gewoon heel weinig te zeggen... maar gewoon ja. even observeren, weet je wel, van hoe is nou iemand echt? En aanvoelen van, oké, okay, hoe, hoe voelt diegene? En dan komt dat vanzelf, dan raak je veel meer verbonden... omdat je, omdat ja. je niet gewoon uh, jouw stempel er even op moet drukken, Nee, weet je wel? Niet, het is niet gewoon van, oh, ik kom daar even binnen... en dan ga ik Klopt. wel een mijn verhaaltje doen. Maar ik denk sterker doen. nog, als jij daar uh, meteen denkt... ik moet hier wel goede sier maken... Dan ga je eigenlijk uh, niet jezelf laten zien, nee. maar de gewenste versie. Ja. En dan krijg je natuurlijk dat de, de meesten gaan denken, we gaan niet lelijk doen. We gaan dan ook maar gewoon een beetje mee in het verhaal. Ja, ja, ja. Dus dan heb je al een scheve verbinding. En zij laten zich ook niet echt zien, want ze denken, ze voelen onbewust sowieso dat jij niet vanuit de kern iets doet. Ja. Dus dan gaan zij ook niet, want dan krijg je ook niet dat, dat wederzijdse uh, openingen uh, worden ontstaan. Nee, dan ja. krijg je dus eigenlijk een soort act die je opvoert en zij voeren ook een act op. Ja, Goed. en ja, dan uh, heb ja. je een toneelspel, maar dat hou je dan eigenlijk vanaf dat moment ook in stand. Want jij wilt uh, altijd goede sier blijven maken. Je denkt van, nou, vorige keer vonden ze mij ook leuk, dan moet ik dan maar weer in die rol kruipen. Ja, ja 100 procent. Ja. ja, ik vind het zo mooi. Ik bedoel, uh, ja, we hebben het heel lang over AI gehad, maar uiteindelijk, er zit zoveel meer omheen. En kijk, AI is gewoon weer een tool waar je gebruik van kan maken en wat gewoon weer, ja, dat gaat gewoon het volgende grote ding worden. Ja. maar uiteindelijk, ja de diepere kern is denk ik ook, hoe meer AI gebruikt gaat worden, het menselijk en echt dicht bij jezelf zijn, wordt zoveel belangrijker. Ja. Want ik ja. bedoel, al die andere dingen zoals werkdingen ook. Kijk, stel je voor dat je, dat je over vijf jaar, dan kan je gewoon als je een bedrijf gaat starten, dan gooi je gewoon een paar goede prompts erin. Ja. En dan kan je, je hebt geen editor meer nodig, je hebt geen uh, videograaf meer nodig. Je kan, alles gewoon, je kan alles gewoon erin gooien. Dus uiteindelijk is dan, wat is dan echt nog belangrijk? Jouw idee, jouw ja. visie, ja, zeg ja, maar, visie waar je heen dingen. wil, de verbinding, dus ja. netwerken, met de juiste mensen oh. omgaan. Samen ja. verbonden zijn en samen iets heel moois creëren. Want uiteindelijk AI kan een hele hoop kleine rompslomp dingen die je nu ja. allemaal nog waar, waar je soms over na zit te denken, waar je een hele dag mee bezig kan zijn. Dat doet AI voor je. Dus jij kan vervolgens echt met de verbinding bezig zijn ja. en de visie. Dus ja. dat is uiteindelijk. Misschien ja, het is, het is ook bijvoorbeeld, nu heb ik voor een klant, die moet een huisstijl hebben, en Luca werk ik al mee. Dan kun je gewoon je eigen huisstijl ontwerpen en ook de contentdragers kan je ook gewoon uh, creëren. Ja. Ja. Uh, maar maar uh, het is zo van, ik ben wel creatief zelf, dus ik weet eigenlijk al wat ik wil bij zo'n klant. En die klant weet ook wat hij wil, dus dan denk ik, dan hoef ik helemaal niet meer met een bureau te gaan zitten. Dan betaal je 4000 voor zo'n stijl, ja. dan ga ik er nu een avond aan knutselen en ik leg het voor. En dan, dan kan ik gewoon zelf die wijzigingen in Photoshop wel doorvoeren of uh, Illustrator. Ja, zeker. En, 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 en dus ja. Je, je kan nu... No, maar dat betekent ook weer, als je met jezelf verbonden bent en je hebt verbeeldingskracht, mm. dan, dan hoef je het straks, want vergeet niet, we moeten nu nog prompten zo. Maar bijvoorbeeld met die app uh, van het type die ik praten. Dus je kunt straks gewoon ook, en dat gaat gebeuren, dat je bijvoorbeeld met Final Cut Pro, als je een video edit, ja. dat je gewoon zegt, hé, hey, dat en dat wil ik even veranderd hebben in dat en dat. En dan doet hij dat. En nu moet je nog weten welke menu's, menu's moet ik in om dat volker te krijgen. Mm. Maar dat hoeft straks, straks ook niet meer. Nee. Ja, dus dan bizar. kun je gewoon echt, uh, als je een beeld hebt. En dat betekent dus dat je, uh, als je dan niet je eigen leven leeft. Ja, dan, word, dan word je geleefd door de AI. Of ja. door anderen. Maar dat was altijd al zo. Maar ja. nu heb je uh, supertools die jouw leven uh, zo kunnen vormgeven zoals je het zelf wilt. Ja, dat is wel apart. Hè? Dat, dat, dat eigenlijk die twee uh, splitsingen eigenlijk best wel plaatsvindt. Maar dat is met ja, internet en ja. social media natuurlijk ook. God. Ik bedoel, ja, ondernemers die gebruiken ja. het om iets moois mee te creëren. Ja, ja. Maar heel veel mensen gebruiken het alleen maar om te consumeren. Ja, dat is, ja 1%, 1 is echt uh, produceren. Ja. 10% een beetje cureren. En 9% is echt alleen maar consument. Ja, dus die, die ja, ja, ja. zit alleen maar wat te consumeren, maar die komt gewoon niet een stap vooruit. Nee, maar Bichard, hè? dit is echt zo'n goede <laughs> maatstaf om te kijken of je aan de goede kant zit of aan de slechte kant of slechte kant, maar in ieder geval de kant dat jij geconsumeerd wordt door de technologie van produceer je meer of ja. consumeer je meer. Weet je wel, uiteindelijk draait het gewoon oké, okay, jij wil produceren, want daar ga je dingen van leren, daar, daar je helpt ideeën de wereld in, je krijgt ook feedback. Dus uiteindelijk je wil aan die produceerkant zitten, want uiteindelijk ga je daar het meeste ja. vandaan halen. Als jij alleen maar consumeert, oh. ja, wat, wat ga je er vandaan halen? Ja. Want ik bedoel ook je kan de hele dag kan je lezen over ja, AI. Ja, ja, ja. Maar als je nooit met die tools bezig gaat, dan leer je er ook niks dat van. Want uiteindelijk je moet ja. echt bezig gaan, want we hadden van tevoren ja. nog hadden we het over van dat zoveel mensen allemaal boeken gaan lezen ja. en het is natuurlijk gewoon ja, weer comfort, ja. weet je wel. Ja, ja. Je gaat dan een boek lezen mm -hmm. en dan denk je oh wat interessant al die theorieën en oh, ik kan ik kan mezelf groeien, ik kan ja, bepaalde ja. ideeën aannemen. Nou, maar heel leuk. Maar vervolgens moet je ermee aan de gang gaan. Want dat is het echte werk, ja, ja, weet top. je wel? Het boek lezen is niet het echte werk. Al die dingen is niet het echte werk. Behalve het echte werk toen dus aan de gang met die dingen gaan. Dat is wel mooi. Want vorige week werd het nieuwe boek van Michael Pulacic gelanceerd. Daar had ik ja. even in die lijst in gekeken. Hij doet het nu echt voor jongeren. Dat vind ik wel mooi, want jongeren worstelen natuurlijk helemaal... met hoe, hoe moet ik mij uh, zeg maar worstelen in deze wereld. Want het is voor hen vaak moeilijk om uh, bij zichzelf weg te gaan... Maar, de oudere generaties die, ja, die denken dat het normaal is. Dus zij moeten zich dan voor hun gevoel aanpassen. Ja, ja. Maar dat is, dat is, dat, ja, je ziet dus dat. Uh, uh, wat, even nadenken. Wat, wat, wat was jouw vraag ook weer? Want ik wilde even iets duidelijk maken. Michael Pilatschik heeft een nieuw boek. En, uh, dus ik zei: van ja, het echte werk doen. Dus, ja, uh, ja, 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 dat is het. Hij zei daar ook in dat het boek lezen natuurlijk niet voldoende je ja, moet precies. Echt ook Want dat is dus wat. Bijna iedereen doet, die hebben wel allemaal boeken gelezen, maar ze zeggen ja, ja maar weer een nieuw boek of een cursus. Of ze gaan uh, op, op een gegeven moment de tweede HBO-studie doen. Maar allemaal om uit te stellen. Ik had vorige week ook iemand uh, die, uh, die belde mij en die zei: Ja, ik, ik, ik voel me nog onzeker. Ik wil eerst dat en dat kunnen en dan ga ik pas uh, naar buiten treden. Ik zei: Maar dan, die onzekerheid is dan nog niet weg. Nee. Ik zei: Dan heb je weer een drempel voor jezelf. Uh, en ik zei de tijd gaat verder, dus je loopt ook weer achter. Ik zei je moet gewoon gaan. Ja, ja, maar dat is gewoon zo lastig. Ik bedoel dat hebben wij ook met onze academyleden. Kijk, een hele mensen die, ja, ze willen heel veel, maar ze stellen toch elke keer komt er weer een excuus van, ja. uh, van of bijvoorbeeld ook als iemand opzegt van ja, 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 ik wil er wel wat mee doen, maar um, ja, ik heb eerst nog dit of dat en dan wil ik in de toekomst er wel wat mee doen. Maar ja, dat is ook weer gewoon dat je denkt van ja, kerel wanneer ga je er dan wel wat mee doen, weet je wel? Of bijvoorbeeld zeggen van... ja, het is niks voor mij... maar niks hebben gekeken. En dat is denk ik ook weer van... Ja. wat is die stok achter ja, de deur? Ja. Dus bijvoorbeeld ook... heel veel mensen in social media lopen te klagen van... ja, al die dure cursussen. Ja. Maar bijvoorbeeld... ik ben vier jaar geleden begonnen met op bol verkopen... en heb nu een aantal mer merken lopen... waar ik gewoon nou, echt leuke producten aanbied... op sportartikelen vooral. Nou... En dat heb ik gedaan omdat ik toen die 1000 euro heb betaald voor die cursus. Dat was mijn stok achter de deur. Dus mensen kunnen altijd wel lopen haat op van die cursussen. Ja, duur dit en dat. Maar uiteindelijk kan dat ook de stok ja, achter de ja, deur absoluut. zijn. Want als jij een goedkope ja. cursus aanbiedt. Je kan denken: oh ja, ik bied diezelfde cursus van 100 of 200 ja. euro aan. Ja, is die pijn niet groot genoeg om er ook echt wel mee te doen? Weet nee, je wel, dat was dus uiteindelijk. Klopt. Ja, dat dus is het, het ook. Het functioneert ook erg ja, ja, klopt. Want als jij... Heel veel mensen kopen een cursus of, of een gratis cursus en downloaden het. Ja. Maar ze hechten er geen waarde aan. Nee. En ze gaan het ook nooit doen. Nee. Want er is altijd wel een Netflix-serie of wat dan ook wat leuker is. Ja. Waardoor je weer uh, voor de makkelijke weg kiest. Ja, zeker. Ja. Dus daarom, ja, weet je... Uiteindelijk is denk ik ook gewoon: mensen moeten gewoon commitment geven. Want als je niet commit, ja. dan, dan ga je het ook niet doen. Dus dat is gewoon wel echt het belangrijkste met alles. Ook, ook maak voor jezelf: kijk hoe kan ik commit aan? Ja. Dit? Bijvoorbeeld, uh, desnoods uh, zet je op een rekening 500 euro... en zeg je, oké, okay, als ik over drie weken dit nog niet heb gedaan... dan ga ik het naar een go goed doel storten. En dat zeg je Zoiets, tegen drie ja. mensen. En daar, daar maak je echt een afspraak voor. Nou ja, ja, dan kan mooie. je committen, weet je wel. Want in het begin, je moet gewoon van die rare hacks gaan gebruiken... om jezelf te pushen om ja. daaruit te komen. Want, ja. want in het begin, joh, je hebt zo weinig discipline. Ook al toen ik begon, ja, ik had zo weinig discipline. Ja. Dat, dat, dat Je krijgt gewoon niks gedaan. Dus als je niet commit voor iets... Ja, dan, dan gebeurt er ook niks. Dat is het. En ik denk ook, de vriendenkring, als je in die vriendenkring uh, merkt dat niemand uh, aan het produceren is, allemaal aan het consumeren, dan is de vraag: moet je daar nou wel in begeven elke keer? Want je wordt automatisch natuurlijk meegezogen. Ja, hmm. zeker. Ja, dat, dat is echt. Maar eigenlijk, het grappige is: van al die stappen zijn zo universeel. Echt, het is gewoon ongekend. Als ik ook kijk bijvoorbeeld, uh, we doen dan elke week, twee weken een live call met onze leden en de problemen waar ze tegenaan lopen... ik kan me zo ja. identificeren... want het is ja. gewoon exact... zeg maar ja. de, de beginnersjourney van, van het ondernemerschap... of gewoon überhaupt iets nieuws starten. Het, je loopt gewoon tegen al die dingen aan. Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment ga je merken... dat je vriendengroep gewoon hele andere dingen doet... Ja. en dat je daar niet meer goed mee matcht. Of je merkt dat je toch te weinig structuur hebt. Dat je gewoon weinig gedaan krijgt. Dat je niet weet hoe je echt ergens voor moet gaan... omdat je altijd maar gewend bent... dat je vanuit hogeruit iets ja, hebt verteld ja, 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 heb gekregen. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld ja. van schoolopdrachten... of van werkgeveropdrachten. En dat je dus eigenlijk helemaal niet Weet hoe moet ik mezelf motiveren, weet je? Wel? Al die rans, dingen, rans. het is zo universeel, en dat vind ik ook een mooie. Waarom, waarom we, ja, waarom ook doorgaan met die academy? Omdat die dingen kan je gewoon verpakken in lessen, en dan kan je mensen gewoon in, uh, ja, dingen bijbrengen. Ja. En vooral als je één op één ook nog dingen gaat doen, je kan heel makkelijk die stappen doorlopen. Want ook als ik kijk van, als je gewoon al die kennis toepast en je hebt gewoon iemand die ook jou laat committen aan iets, ja, dan kan je gewoon tien keer sneller ja, doorheen. Maar, want het stelt eigenlijk niet veel voor. Nee. Want ook als ik nu kijk van, ja, voor mij, het voelt nu allemaal automatisch... maar ja. dat komt omdat je al vier jaar lang elke dag ermee dat bezig is bent, dat weet is je het. wel. Ja. Maar, weet je, heel veel dingen hadden zoveel sneller gekund... als je gewoon wel ja. iemand ja. had gehad waar Tot. je gewoon één op één mee kan sparen... Ja. En dat is wel vaak toch een kwestie van ergens bij aansluiten. Of ergens toch een coach nemen. Of, of voor betalen. Zodat iemand wel ja, 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 jou even op de feiten drukt. En dat is wel gewoon het belangrijkste. Want anders, ja, je kan dezelfde weg ook afleggen, maar dan doe je er tien keer zo lang over. Dus uiteindelijk, ja, dan bespaar je misschien wat geld. Maar ja, dat geld verdien je vanzelf weer terug als je het wel doet in, op de ja, kwaliteitsbestek. Dus dan... en, en ik denk ook dat je office moet durven doen. Dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen die je altijd doet op stap uh, twee keer per week, dat je op een gegeven moment zegt van dat doe ik gewoon niet meer. Nee. Want je hebt natuurlijk ook uh, hersteltijd. Ja. En dus dan kun je dus al heel veel minder doen. En als je met Netflix-series uh, gewend bent om uh, niet één, ik kijk dan altijd één aflevering en dan ga ik uh, naar bed. Maar ik ga er niet twee of drie doen. Want daarvoor ben ik nog gewoon bij, mezelf aan het bijscholen. Dat doe ik elke dag. Ja, ja, ja zeker. Ja. Prachtig. Ja. Ik denk dat we aardig wat behandeld hebben. Ik vind het nog wel leuk altijd om even te weten van oké, okay, hoe ziet jouw toekomstplik eruit? Want je hebt natuurlijk wel. Uh, ja, je hebt al heel wat meegemaakt. Ook aan al technologieën altijd vooraan gestaan. Ja. Dus hoe kijk jij naar de toekomst? En ja, wat ma maakt jou misschien heel enthousiast van de toekomst? En wat zijn dingen waar je van denkt? Van oh, ik ben, vind het ook wel spannend hoe dat gaat lopen. Nou ja, het is altijd kijken waar. Je weet nooit waar je over vijf jaar staat. Want dat is, daar moet je ook niet te veel mee bezig zijn. Maar wel een, een visie hebben. En het mooiste is nu. Ik ben, mijn bedrijf heet Humanize. Uh, en uh, dat die twee, AI en, en menselijkheid, dat die samenkomen in dit. Want dat, dat, ik zit altijd op beide punten. Ook toen ik docent was, de mens staat centraal. En, en ik, ik zie mezelf dus ook weer, want dat deed ik voorheen ook, voor, 20, voor 2020... overal in het land en soms ook in het buitenland lezingen geven. Dat, dat wil ik nu de komende jaren veel gaan doen... En dan wil ik eigenlijk uh, ja, mensen meer activeren om uh, zichzelf te leren kennen, om naar binnen te gaan. En om met name ook die uh, nieuwe tools ook, uh, zich eigen te maken. En dan, als je dus um, vanuit innerlijk kijkt naar de wereld. en je beheerst die tools. dan, dan voel je jezelf al aan waar je voor uh, gemaakt bent. en wa wa wat je ermee kan doen. Ja, 100%. Ja, zeker. Je wordt veel krachtiger genoeg. Want ik bedoel, je ja. wordt ook krachtiger omdat je je binnenwereld kent. Als ja, ook nog die tools kan gebruiken. Ja, dan kan je het ook voor goede doeleinden gaan gebruiken. Ja. En je komt dan en dat is het mooie, zoals wij elkaar ook hebben gevonden. Dat zeg ik ook altijd. Nou, personal branding wat ook nog steeds belangrijker. Ja. Laat je zien. Wie ben je echt? En dat kun je in allerlei vormen doen. Op Instagram kun je het in beelden doen. Op LinkedIn kun je het gewoon zakelijk doen. Waardoor je via allerlei kanalen. Soms kom ik gewoon via TikTok kom ik weer iemand tegen. Dat kan. Want je trekt aan wat je uitzendt en wat je bent. Dus uh, ik, ik deel op allerlei uh, kanalen van alles, maar wel vanuit hoe ik echt dingen zie. Ja. En dan gebeuren hele bijzondere dingen. En ik denk, hé, hey, dat had ik helemaal niet voorzien. Dat ik nu uh, deze week bijvoorbeeld zit ik in Gouda bij iemand. Maar dat is gewoon puur uh, gegaan. Ik ga van een lezing met Alexander in Amsterdam, een uh, private school. En er zat een leerling en die heeft met mij nog een uur na gesproken. Hij zei, jij, jij, jij moet deze man leren kennen, directeur van een private school. En nou, een paar dagen later belde hij mij op. Hij zei, ik heb jou LinkedIn bekeken, je website en alles. En toen hadden we meteen een heel goed verhaal. En, en hij, omdat hij al... Hij zei ook, het klopt precies met mijn gevoel, wat ik heb gezien. Dat ja. is weer die authenticiteit. En, en ja, van het ene komt weer het andere. En nu geef ik dan een gastles. Maar ook vooraf zitten van, kunnen we ook niet meer samenwerken? Ja. En, 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 en ja, dat is puur dat je in Amsterdam gewoon vanuit je hart en bezieling uh, dingen hebt gedaan, waardoor dingen in beweging zijn gekomen. Ja, zeker. ja dat is mooi. Maar dat Zulk. kun je van tevoren niet, helemaal niet bedenken, want je, je ziet daar geen enkel verband in natuurlijk. Mm -hmm. Nee, precies. Het nee, is dus ook echt laten zien wie je echt ja. bent en dat maakt ook het verschil. Dan kunnen ook mensen die daarop aangaan, daarop aansluiten, ja. zeg maar. Dus ik denk dat dat in personal branding ook wel een, wel een belangrijk stuk is om je echt uh, bewust van te zijn. Ja. Van hey, ja ben ik echt een, uh, echt een plaatje aan het neerzetten ja. of ja. is dit wel echt wie ik ben? Ik denk dat dat toch, is toch best lastig als je online jezelf gaat profileren. Ja je wilt toch uh, soms denk ik onbewust ook iets bijschaven of ja, ja hoe kwetsbaar moet je opstellen of wat ja. wil je delen of niet maar dat dat, wel, ja, uh, dat ja. je daar echt over nadenkt want ja. uh, vaak denk jongen onterecht ik kan eigenlijk nog niks dus ik moet mezelf heel groot voordoen. doen mm. en 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 uh, laten zien dat je alles al weet maar dan krijg je dus ook niks want niemand zal jou wat geven en denkt ja diegene die uh, weet alles al dus uh, juist die balans zoeken en en personal branding is dus niet het juiste plaatje neerzetten, maar ook vanuit wie ben ik. Dus als je weet wie je bent, dan kan je. En als je weet wat je wil, dan, dan kun je dat uh, het beste vormgeven, naar mijn idee. Ja, ja. 100%. Ja. Ja, Gerard, ik vind het uh, ja, ik vind toch blijf het gewoon mooi vinden hoe het veel dieper gaat dan gewoon alleen maar die technologie. En dat er eigenlijk gewoon veel meer achter ook de personage Gerard zit. Uh, we hebben eigenlijk altijd één laatste vraag. En dat is als jij één waardevolle les zou mogen meegeven aan de luisteraar of kijker, wat zou dat dan zijn? Dat uh, als je. Buitengesloten voelt als je jong bent en je denkt: uh, Ja, ik heb moeite dat mensen me accepteren. Uh, geef nooit jezelf weg, uh, ook niet in relaties, ook bij een werkgever niet. Uh, kies dan voor jezelf en dan moet je soms uh, banden doorknippen. Maar dan kom je uiteindelijk echt op de plek waar je hoort. En daar zul je later pas, dan zul je die verbanden zien. Maar uh, blijf jezelf trouw, Dat wil ik uh, meegeven. Ja, ja prachtig. Zo so, ja. Yeah. Vind ik een hele, hele mooie tip. Echt, uh, ik denk dat, ja, dat het een heel mooi inzicht is. En dat dat ook uh, wel de rode draad is die in jouw verhaal ook naar voren komt. Van, uh, blijf echt bij jezelf. Blijf jezelf zijn. Authentiek persoon. Uh, wat anderen er ook van vinden. Of uh, ja, hoe je soms ook weerstand tegenkomt op je pad. Dus uh, het is heel mooi hoe je, hoe je dat toch hebt, hebt gedaan. hebt doorleefd. En nu op deze, deze plek uh, bent gekomen. Dus, uh, en dat een mooie wij nu plek. Weer, uh, ja, in een mooie plek. Weer, ja. En dat wij nu weer in gesprek zitten met jou. Dus, ja, fantastisch. Uh, dat is dit is gewoon... Uh... Ja. Een, een, een fijne plek, maar ook om gewoon zo te zitten. De tijd vliegt voorbij. Ja, ja. Want er is geen tijd als je echt in het nu zit. Klopt. Nee, zeker. Ja, dan weet je dat het goed zit. Als je als je de ja. hele, hele tijdsbesef kwijt klopt, bent, klopt. dan, dan ja. weet je dat, dat je echt uitgeluimd bent met het universum, zeg ik dan. Ja. Ja. Helemaal super. Nou, Gerard, bedankt voor, uh, voor het mooie gesprek. We hebben veel, uh, veel besproken over, uh, ook over AI, maar nog veel dieper dan dat. We hadden natuurlijk ook op de planning om, uh, om het meer over uh, AI te hebben, zeg maar. maar ik vind het heel mooi dat we ook, we hebben juist ook het bredere kader geschetst, ook maatschappelijk uh, meegenomen en ook het, het, het menselijke stuk, wat, waar heel veel mensen zich ook terecht misschien zorgen om maken. Maar dat, ja, ik denk dat we dat heel mooi hebben kunnen, kunnen afkaderen en weerleggen. En, uh, ja. Dus dankjewel voor, uh, voor alle mooie info. Graag gedaan. Ja. Ik vond het fijn. Zeker. En uh, natuurlijk, ja, als de podcast uitkomt, dan uh, zullen we al een heel end zijn. Uh, we gaan voor, uh, voor de kijkers, luisteraars, wat Jeert ook al aangaf, hebben een hele uh, samenwerking met uh, Gerard opgezet. Uh, waarin we samen echt alle ins en outs over AI gaan uh, uitleggen. Uh, Gerard, al zijn expertise in, uh, in stopt. Uh, wat is het precies? Wat kun je ermee? Uh, welke verschillende tools kun je gebruiken? Hoe moet je nou prompten? Uh, ja, hoe zorg je voor, uh, ook voor je eigen online veiligheid? Uh, alles zit erop. Dus als jij als ondernemer of als werknemer, dat maakt niet uit. Uh, AI wil gaan toepassen in uh, jouw bedrijf, in jouw persoonlijke groei. En echt stappen wil gaan maken daarmee. En uh, nu echt een voorsprong behalen op uh, de mensen die er ook net mee beginnen of het nog niet gebruiken. Nou, dan uh, willen we je zeker uh, vragen om even een uh, kijkje te nemen in de koers. En dan uh, zien we jou uh, daar terug. Thanks voor het uh, kijken en luisteren. En uh, als je het sowieso tof vond deze aflevering, abonneer dan eventjes. En dan uh, zien we jou terug in de volgende aflevering van Ondernemend. Dankjewel.